Evert, je bent op Twitter uitgedaagd voor de voetbalquiz van Libion. Dat is in teams van vier. <laughs> oei, oei. Hoe ziet uw droomquizteam uh, eruit? Dus ik mag nog drie extra personen kiezen. Je mocht ook jezelf uit je team laten. Ah, een als soort je denkt coach. dat je dat niet kunt. Ja. Nee, ik ga sowieso uh, Bos pakken. <laughs> omdat ik denk dat hij echt waanzinnig veel kennis heeft van competities waar ik nog nooit naar gekeken heb. Dan Sirik uh, Geffrey, de voetbalcommentator van Eleven. Die komt soms met dingen af waar ik nog nooit van gehoord heb. En die is ook heel goed in het herkennen van gezichten. Wat ik totaal niet heb. Zo panini-stickers herkennen. Uh, en dan jij, voor de drank en zo. Ja, maar ja, ik zal wel gewoon komen supporteren. En voor de betalen? Voetbalquiz, dat lijkt me niet. Nee, niet? niks Pff, jij? Je bekent mijn geheugen toch? Oké, okay, maar ga, dan ga ik... Ik vergeten te... wie onze gast vorige week was. <laughs> ik ga tegen volgende week wat quizvragen bedenken. En dan zullen we zien hoeveel dat gehaald <laughs> Maar ik vind het wel teleur is dat in je dream quizteam... Allee, jong. Ja, ik had een speciale naam voor Ik, eh, Boskamp, Geoffrey, wij doen altijd mee voor het podium. Er moet al van goede huizen komen om dat te kloppen. Ik vind dat je nu dan de daad bij het woord moet voegen. Ik wil wel eens meedoen, maar jij ja. moet dan ook mee. Oké, okay, ja. Maar ja, dat gaat ten koste van het resultaat. <laughs> Wanneer ga jij nu tappen bij Racing? Uh, de 14 november tegen Koersol. Tegen de laatste. Dus Slim. Hoorde. Ik hoop dat dat 10-0 wordt. Dat ja, is zeer verstandig om match te kiezen. En, uh, mega zat en gelukkig is. Oké, okay, voilà. Daar kom ik wel mee naartoe, by the way. Dat <laughs> <Tappen>, lukt. Welkom bij Midnit, de wekelijkse voetbalpodcast van Friends of Sports en PlaySports. We hebben vandaag vier Beerschotfans uitgenodigd. En dat allemaal om, om onze gast aan te moedigen. Welkom, Free Frans. Jawel. Dankjewel. Let's go! Wat een enthousiasme, man, jongens. Dat is, wat een enthousiasme. Echt al een, een pak luider dan vorige week. Hè? Ja, een, mooi, ze, ze, het zijn believers. Ze geloven er nog in. Beerschot gaat zich nog redden. Gevoeld, ja. dat? <laughs> Door een geblasteerde speler aan te moedigen. Ja, ik ben, ik ben, ik ben echt blij dat hij hem hier ziet eigenlijk. Ja, dat snap ja. ik. Herkent je niemand in het publiek? Ik zie uh, de persverantwoordelijke van Beerschot. Ik Bedoel zie, ik niet, maar toch mooi. Ik zie Maat Zomers. Voilà. En ik zie een paar mensen die ik echt niet ken. Mats van de Mit mid academie Ja. dan? Voilà. doen we nog eens een Mid-Mid-Academie? Maar ja, eigenlijk wel. Ik denk dat we nu ook, doordat we iets bekender zijn, ook beter talent gaan aantrekken. <laughs> ja. Ik ga zelfs naar jullie komen, of jullie mogen al tekenen eigenlijk, als jullie eens een vraag willen stellen. Dus denk er goed over na. Niet moeilijk om beter te doen dan mij, denk ik. Dus, Hoe goed. goed, Free. Uh, mag ik Free zeggen? Dat mag zeker. Naar hier gereden met Evert, ja. met een kv van, ja. En jullie leven nog allebei. Nog net. Ja, ja. ja, was het moeilijk? Pff, ja, ik moet oppassen wat ik zeg, want uh, ik moet nog terug met hem naar huis. <laughs> <laughs> maar um, ja, nee, ja. mensen weten dat wel. Ik heb voor uh, Lierse gevoetbald, voor Beerschot. En dat zijn twee clubs die dat toch niet heel goed bij KV liggen. Dus uh, ikzelf ben ook niet echt pro-KV, nee. Maar ik ben hem gaan oppikken in volgens mij een KV Mechelen gemeente. Maar bon. Hij is de Merg? Ja, jongen. Dat is toch geen KV Mechelen gemeente? Denk, daar wordt nog eens veel over gestreden. Lief. Nee. De de slag op den berg, dat kan nog fout lopen, denk ik. Maar waarover, waarover hebben jullie het zo al gehad al? We hebben eigenlijk Ik ga al... er eigenlijk misschien nog wel bij zijn. Ja, we hebben eigenlijk al heel veel uh, over Beerschot gebabbeld natuurlijk, omdat dat nu heet van de naald is en interessant is. Oké, okay, iets ja. nieuws te weten gekomen al? Ja, eigenlijk wel. Ik ga dat opsparen en op de juiste momenten brengen. Dat is mooi. Iets wat de mensen ook niet weten, en wat jij daarnet zei, hij heeft wel, wel sympathie voor Liersen, hè? Oh, dat ben ik te weten gekomen naar Justin Ritt. Hij um, heeft enorm veel sympathie. Ik weet dat zijn vader een uh, serieuze Lierse fan is. En dat hem vroeger heel veel uh, aan het stadion ging tennissen. En uh, je merkt dat ook hoe hij over Lierse praat, dat er toch uh, sympathie is. En niet toevallig in het geel? Ja, jongen, in de Canarie ben ik vandaag. <laughs> Vreel had net al gezegd, op dit moment geblesseerd. Ja. Gebeurt tegen KV Mechelen. Ja. Wat is er precies gebeurd? Dus uh, ik denk rond de elfde minuut ga ik uh, voor een kopduel en uh, ja, op die moment voel ik eigenlijk precies een trap op mijn Achillespees links. En uh, ja, ik ga liggen, de kinesist komt op het veld en uh, die vraagt direct van, uh, ja, Free, wat is er gebeurd? En ik zeg, ja, die spits van KV Mechelen, die heeft mij langs achteraan getrapt. Hmm. Uh, ik zie, dat kan toch niet? En die zegt, ja, oh, nee Fre, ik denk echt niet dat er contact is geweest. Ik zeg, wel jong, echt als een rode kaart. Dus dat voelde wel als... Ja, dat was echt... Uh... Ik dacht echt dat hij zwaar langs achter mij had getekeld En uh... Kine zei, nee echt. Er is niks gebeurd, er was geen contact, niks. En uh... dan moest ik mijn voet even zo stilzetten. Dan heeft hij wat gevoeld en dan voelde ik direct van, ja, die achillespees is helemaal opgerold naar boven. En dan weet je hoe laat oh. dat is. Hè. Dan uh... dat wordt gesproken van het einde, einde van het seizoen. Ja, ze spreken over acht, negen maanden. Ja, het is helemaal van het bot afgescheurd. Dus dat is eigenlijk nog een beetje erger. Ze hebben hem terug aan het bod moeten vastmaken en uh, die pees ook moeten herstellen. Maar oké, okay, ja. Maar dat is het zwaarste dat je het kunt voorhebben, ook al Achillespees? Oh, ik denk dat wel, ja. Ik vermoed wel dat je met Achillespees niet erger kunt zitten. Hè. Nou, veel, ja. Heb je al veel zware blessures gehad? Um, nu was het heel lang geleden. Ik heb, um, toen ik jong was heb ik een kruisband gehad en een kraakbeenletsel in mijn knie. En dat was twee keer zes tal maand. Dus, uh, maar voor de rest ben ik eigenlijk altijd gespaard geweest. Dus ja, uh, yeah. het was heel lang geleden. En nu, ah. platte rust? Oef. Nu tot 4 november in, uh, in de gips. Dus op krukken en zo. En dan 4 november gaat die eraf. En dan ga ik in zo'n uh, wandelbot eigenlijk. Oh, ja, ja. En dan, uh, dan ga ik toch wat mobieler zijn, denk ik. Dus nu, nu kan ik niet veel doen. Ik ben afhankelijk van ja, ik vond dat nog wel meeviel. Ah ja, oké. Okay, ja, ik probeer maar... veel te doen. Hè. Ik thuis ook. Ik wil, uh, ik wil mijn vrouw niet te veel laten doen. Want uh, ik ken dat. Dat krijg <laughs> ja, ja, ik achteraf terug een op rekening. mijn boterham. Dus uh, <laughs> <laughs> nee, maar, uh, ja, het gaat nu al van dat zijn. Dus uh, maar ik zag je meer daar juist de trappen opspringen met die krukken. Precies een kangaroo. Dus ik vond dat dat eigenlijk nog heel, heel vlot ging. Ja, sneller ik was echt... met krukken dan op het veld. Ja, Ik was echt onder de indruk. Alleen sneller dan op het veld kan ik nu niet zeggen, maar dat was indrukwekkend. Ik heb wel een goed idee om vanaf nu altijd geblesseerde spelers uit te nodigen. Die hebben tijd. Kunnen, kunnen we wat vrijer praten, want hij zit niet meer echt in, de groep? Wat nog wel grappig was, ik ging hem dan ophalen en de garagepoort ging openen en hij lag op de grond. Dus ik dacht, doe je, er is hier iets gebeurd. Is er gevallen of wat? Ik moet ik niet recht trekken. Nee, rechttrekken. Moest, moest mijn schoenen aan doen, hè. <laughs> ik denk, ik moeilijk rechtstand met die krukken, PMB'en, die uh... dus ja, nee. Ik was al aan het denken, ik moet een ziekenwagen ja. Gelukkig niet. Nee, hij moest eerst al de rommel uit zijn auto naar achter leggen. Dat meent je niet, dat je niet op voorhand gedaan. Ja, en mijn flesje water plus ja, ja. stoel. Dus ik, ja. ik bekijk die stoel en heel die stoel ligt vol met water. Dus eigenlijk mijn broekjes kletsnat nat. Maar je gelooft toch niet dat dat per ongeluk was? Ja, dat is waarschijnlijk iets van <laughs> zo'n kaker. Ja. Zit we zitten hier in een kamer vol beerschotmannen. Maar het gaat niet goed met beerschotten, dat nee, mogen we klopt. stellen. Nee, het But. gaat heel slecht, je moet daar redelijk in zijn. Um, twee punten, ja. Het is geen vet, hè? Weet je waar aan het ligt? Kunt je dat zeggen? Dat is moeilijk om te zeggen. Hè. Ik denk, we um, hebben vorig jaar een schitterend jaar gehad. Hè, en op zich, heel veel jongens daarvan zijn er nog. Um, ik denk in het begin van het seizoen, met de nieuwe coach, dat dat misschien niet perfect klikte met de spelersgroep. Allee, waarmee ik niet wil gezegd hebben, allee, dat Maas geen goede coach is of wat dan nee, ook, nee, maar gewoon een klik, niet dat de er klik op. er niet was met de spelersgroep. En um, ja jongens dan niet in vorm geraakte, dus allee, ik denk dat we ook naar onszelf moeten kijken, heel veel individuele fouten, uh, slechte vorm en uh, ja, dan is dat een beetje een vicieuze cirkel Ik denk, uh, we hebben heel veel thuismatchen al 1-0 verloren, die dat we eigenlijk ja, letterlijk één kans weggeven en dan toch 1-0 verliezen, die dat anders konden uitdraaien en ja, zo bouwt dat op hè? en uh, zit je in de situatie waar we nu ja, zitten. Ja, als je in dat straatje zit. Is ja. Het is ook heel moeilijk om eruit te komen natuurlijk. Ja, nee, dat is typisch. Hè. Uh, alles zit dan wat tegen. Ik uh, denk dat we ook al een paar keer hè, rode kaarten hebben gehad uh, op heel slechte Blessures. momenten. Blessures? Ja, we hebben, allee, ik heb nu die blessure, maar dan denk ik ook aan Ryan Sanusi bijvoorbeeld. Uh, hele belangrijke speler voor ons die ja, een vijftal maanden in totaal misschien geout zijn, vier maanden. Uh, Pieter Maat in het begin van het seizoen geblesseerd. Allee, het zijn zo allemaal ja, alles wat fout kan lopen, loopt fout. Allee, ik wil niet de Calimero maar ja, Leuk. het is wel zo'n beetje typisch. Ja. De wedstrijd tegen Mechelen was een beetje exemplarisch, denk ik. Uh, wij scoren daaruit één kans. En voor de rest was Beerschot veel beter. Maar, maar het is wel niet... dat moeten we ook eerlijk kunnen zeggen... Scoring. Het is niet dat we elke match nee, 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 te weinig was, hebben gekregen of zo. Dat ook niet. We dus hebben een aantal matchen uh, en, ja, het en, is ook en, en ook heel weinig punten. ook vaak in natuurlijk. voetbal moet de punten pakken dat je niet de betere ploeg zet. Dat hoort er ook Klopt. bij. Zeker als je in de tweede tabelhelft speelt. Maar tegen Mechelen was het heel duidelijk... Er is vooraan gewoon, ja sorry, er is gewoon niemand die een goal kan maken. Dat viel me toen heel hard op. En als je ja. dat niet kunt, ja, dan wordt. Ja, allee, ik denk dat Voetbal we draait een... uiteindelijk rond toch een goal maken. Ja, klopt. Ik denk nu wel um, deze weekend. Allee, we hebben dan Schenkland, een Schotse spits, um, die van ja, dit Anderlecht weekend. Scoort hem, ja, die scoort ja. tegen Anderecht zijn eerste goal. Die jongen had nog niet veel gespeeld, want allee, die is, uh, twee matchen daarvoor mogen starten en twee keer pakken we na vijf minuten een uh, rode kaart. Dus die jongen had eigenlijk nog nooit een eerlijke kans gehad. Die scoort deze weekend, ik vond die ook heel goed spelen, dus ik hoop dat die nu wel. Dat lijkt me echt wel een spits, dat, ja, laat hij een heel jaar staan. Die scoort 15 goals, denk ik. Dus um, ik hoop dat die vertrokken is. Maar ja, zoals je zegt, had tegen Mechelen, ik denk dat er wel wat kansen waren voor ons om uh, de match te winnen of een goal Klopt. te maken, alleszins. Maar ja, dat, dat ontbreekt momenteel. ja. Want je hebt met Holthuizer, wat ik ne, blijf een hele straffe voetballer vinden voor, voor dat niveau. Oké, okay, dat hij niet aan een absolute top mee kan, dat zal allemaal wel zijn. Maar ik kom daarvoor naar het stadion en je ziet dat hij een surplus heeft. Maar dat is nu net wel een speler die voor hem een paar spelers nodig heeft die hij kan bedienen. En die ontbreken, heb ik het gevoel. In die ja, ik denk hij dat kan dat niemand vorig... wegsturen, hij kan niemand voor de ja, goal zetten. Ja, ja vorig jaar had hij een zotte klik met die Ali. Ja. Um, ja, die, die vonden elkaar direct. Maar uiteindelijk, ik denk, als je dit jaar ziet, uiteindelijk heeft Rafa denk ik al vier assists weer. Dus uh, dat is toch voor een ploeg dat van onder staat weer vrij degelijk. Klopt. Um, en zoals ik zeg, ik hoop echt dat hij nu met Shankland, toch een jongen dat in de box dodelijk is, dat hij een beetje een klik gaat winnen. Dat is helemaal anders dan met Tissoudali. Dali was meer acties en in de diepte lopen, terwijl Shankland misschien meer de ballen in, uh, in de box wil hebben. Klopt. Dus dat is voor hem ook wat zoeken. Uh, maar zoals je zegt, Rafa is een... Maar die was licht geblesseerd, hè? Verandacht. Ja, Rafa heeft wat gesukkeld. Denk ik ja, Ik was, was nu niet... deze week niet op training, dus ik weet het fijne niet, maar um, pff, ik weet niet of het tactisch of licht geblesseerd. Ja, maar... Torente zei in het interview voor de match dat het een tactische keuze was. Maar ik ja. op ander licht dan ook nog zou denken, ja... ja dus misschien nu is dat dan ja, net ja, een weet weet match... Niet, daar gaat eventjes... de ruimte liggen. Ja, maar rust geven ook, denk ik, want er komen een paar matchen aan waar ze echt moeten winnen. Maar ik denk, als je Rafa ziet invallen deze weekend, dan zie je duidelijk dat er geen probleem was om die... Allee. Um, die valt heel goed in. Ja, en, um, ik denk, ja, we weten even hoe dat. Als we ons willen redden, dat we een hele goede Rafa gaan doorheen hebben. Hm, ja, dat zeker. Ja, en uh, vorig jaar had hij, hij ook veel doelpunten. Dan moet ja. hij dit jaar wel. Uh, hij moet nog wel in gang schieten. Hè? Want ja, als hij er ook 8 à 10 kan maken, zou hij ook nog een enorm verschil kunnen maken. Ja, klopt. Maar ja, vorig jaar had dan ook iemand zoals Tiso Dali. Die, die hield wat verdedigers aan de praat. Waardoor dat er ook weer wat. Allee, niet alleen de focus op Rafa was. Hè. We mogen ook niet verwachten dat Rafa. De ene in Allezijds, de ploeg is die daar En dat is momenteel misschien wel een beetje het geval. Um, dus dat, al ja, als je tegen Beerschot speelt, je ziet dat ploegen passen in aan, Rafa krijgt heel weinig tijd. Hè. Daarom dus, uh... is, is, is het succes van begin vorig seizoen, dan, het eerste half jaar zelfs. Ja. Nu misschien een nadeel. Dat er een paar mensen boven hun niveau hebben gespeeld, dat ja. tegenstanders zich eerder gaan aanpassen dan durven voetballen tegen jullie? Ja, misschien wel. Ja. Ik denk, uh, je zag dat vorig jaar ook al na een bepaalde periode dat ploegen ook minder open gingen spelen tegen ons, omdat ze wisten dat we ja, dodelijk waren met Rafa en Tissoudali op de counter. Uh, maar dat is voetbal. Ja. Je moet jezelf ook wat aanpassen. Nee, nee, tuurlijk. En uh, allee, ik denk nu niet dat er veel ploegen zich nu nog gaan aanpassen per se aan ons. Uiteraard zullen ze Rafa proberen ja, uit de match te houden, maar in het algemeen denk ik uh, dat wij ons meer moeten aanpassen nu. Ik vond die Tissoudali go go goed, allee, zeer, heel goed zelfs, maar ik had niet verwacht dat ze zo goed ging zijn. Dat je dan nu merkt dat ze er... Als ze hem zo hard nodig hadden en ook hoe hij nu bij Gent zit. Uh, um, ja, wel. Ik wel. Ja? Ja, ik, ik weet niet. Ik heb dat altijd wel gezien. Uh, het is bizar dat hij ook in tweede klasse heeft hij lange tijd op de bank en zelfs in de tribune gezeten. Hè? Ja. Voordat hij echt is beginnen renderen. Hij kwam ook vaak van de kant. Het is pas toen hij centraal kwam dat hij echt ontbolsterde. Maar vanaf dat moment zag je echt wel, ja, dat is een Amsterdamse pleintjesvoetballer. Ja, niet van heel waar mooi komt, om te maar... zien. Wow, jong. En hij heeft dan daarbovenop dat lijf. Je hebt veel straatvoetballers die, die wat klein en tenger zijn, maar hij heeft ook nog eens dat lijf. En ja, ik vind dat echt een fenomenale speler die al op leeftijd is en dus waarschijnlijk achteraf zal zeggen ik heb misschien niet alles uit mijn carrière gehaald, maar het is dan toch goed dat hij nu begint. Presteer. Beter laat dan nooit. Ja, voilà, beter laat dan nooit. En hij heeft ah, heel, heel, heel veel te danken aan Beerschot, maar Beerschot heeft hem niet vervangen. En dat vind ik wel bizar, want je weet dat toch dat je een uitzonderlijke speler in je ploeg hebt. Je laat die gaan, oké, okay, de contract, dus je moest die verkopen. Maar dan weet je dat daar een gat valt. Ja, dat wou ik je vragen. Is Beerschot intussen seizoen uh, voldoende versterkt? Ja, nee. Nee. Niemand precies. Ja, ik, je ziet het plan. Je, ze halen heel veel jonge en nu vooral buitenlanders van overal om toe te voegen aan die Belgische as die ze al hadden. Maar al die jonge buitenlanders, ja, het is een cliché, maar het Belgisch voetbal heeft een eigenheid waar je wel uh, een bepaald talent en, en ervaring voor nodig hebt. En hadden ze nu drie, twee, drie iets meer ervaren spelers of toch spelers met een bepaald kwaliteitsniveau gehaald, dan hadden Vaca en een jang dan hadden die makkelijker kunnen inpassen. Een keer als twaalfde man, dertiende man. Maar nu moeten die het allemaal gaan doen en ik geloof niet dat die gasten daar klaar voor zijn. Ik zie Vaka, uh, een nu Beerschot echt niet redden, bijvoorbeeld. Terwijl dat wel gezien dat die jongen een goede techniek heeft. De sfeer in de studio zat niet. Ja, zonder Sorry. sorry. <laughs> maar nee, maar gelijk, appreciado ook. Uh, die komt Ecuadoriaans International. Dat is zeker geen prutser, Ik kreeg daar beelden van doorgestuurd vanuit Zuid-Amerika. Ja, je ziet die Wie stuurt u dan die beelden door? Weerschotfans, Ze van ja, maar zie, het is wel echt een goede. Caicedo, Preciado is die van Genk. Caicedo. Ja. Je ziet Amai, die heeft gelijk dat Koulibaly in het begin was. Fantastisch. Als je die gasten kunt laten renderen, zullen dat goede spelers zijn. Maar de eerste maand dat hij hier was, was die al, al moest hij al twee keer op en af naar Zuid-Amerika. En je staat al van onder. Ja, ja maar toch heel risicovolle zetten. Dat is wel een probleem met die interlands ja. natuurlijk. Hè. Die jongens, uh, ik denk vorige week zijn die teruggekomen. Uh, die komen vrijdag of, of, zaterdag, of zaterdag terug. terug. Dat, was, ja. dat is absurd. Het is wel eerst de ja. klasse, je staat laatst. Allee, dan moeten dan toch rekening mee houden in je scouting, denk ik. Ja. Was, was Peter Maas een te harde stijlbreuk met Losada en Stil? Ik denk dat dat wel ja, een feit was. Ik denk, uh, met Hernan en Will hadden we twee heel jonge coaches hè, die dat heel... Um, die ah, dicht bij de groep stonden al Die ook stonden heel dicht bij de groep, inderdaad. Hè. Um, vele jongens hadden een heel goed contact met beiden. Ook met, met Hernan, bijvoorbeeld nog gespeeld en zo. Dus Ze waren ook heel uh, modern in hun trainingsmethodes. Hè. Heel korte trainingen, maar heel scherp. Dus je merkte dat wel als ploeg. dat we echt. Uh, ja, we trainen altijd op matchritmen en zo. En echt. Het uh, ja, was een beetje moderner voetbal misschien. Waarmee ik niet wil zeggen dat Maas oldschool was, ook niet, maar dat was gewoon anders. Ik vind dat je daar ook niks verkeerd mee? Nee, in, nee. Maas... Ik vind je wel eerder oldschool eigenlijk. Ja, en heeft daar altijd zijn resultaten mee gehaald. En ik mm. denk voor dat vele wel. groepen dat dat wel perfect gaat klikken. Uh, maar ik denk dat de stijlbreuk bij ons gewoon heel groot was. Uh, bij Maas was bijvoorbeeld veel langer trainen, uh, um, veel meer duur en zo. Terwijl wij echt gewoon waren van korte trainingen te hebben. En, uh, maar oké, okay, is wat. Ja. Dat is, uh... Jij werd zware fan van de stad, hè? Ja, nog altijd. Ik vind, dat, ik vind dat jammer dat hij uit onze competitie al is verdwenen. Dus ik hoop dat hij wel terugkeert. Uh, die Natso de Simeone stijl langs de lijn. Uh, die gaf iets, die maakte die ploeg volgens mij ook echt beter. En dat zie je niet zo vaak bij een trainer. Hernan was ja, met um, heel veel uitstraling ook. Hè? Dat was ook uh, als wij een meeting hadden of zo. Je die, die sprak altijd, toen we in het begin daar, ja, we hebben daar in november stonden weerstes. Toen hadden wij een meeting en uh, die kwam binnen en die zei, mannen, uh, ik wil kampioen worden. Hè? En ja, dat klinkt echt zo, maar die meende dat. Hè? Die was echt serieus, die meende dat. En ik hoorde in de week, uh, was er een ander interview over hem in DC United, dat hem ook had gezegd van, ja, kijk, ik wil hier kampioen worden tegen die mannen. Dus dat is echt Hernan. En die gelooft dat ook en die straalt dat ook af op die groep. En dan ja, stijg je boven je kwaliteit uit, zeker. En uh, ja, zoals ik zeg naast het veld, dat is die Argentijnse passie, dat is... Uh, het is een speciale, maar ja, dat klikte ja goed bij ons. En Zo. hij zorgde wel voor spektakel. Hij zorgde voor heel veel doelpunten. En dat is er wel wat uit verdwenen. Ja. Hoe, hoe zit dat dan? Ja, dan wij... Gaat dat veld op, ga vrij uit dat veld op? Uh, is dat aanvallend voetbal? Ik weet het niet. Hoe komt het dat, dat, dat al die goals plots weg zijn? Ja, Hernan die hield hard van chaos. Hè. Wij, dat was echt niet vastpinnen op één positie. Iedereen mocht, uh, voor we spelen vaak een 3-5-2 of een 3-4-3. Um, ja, ik stond aan middelste van de drie centrale verdedigers, maar die twee naast mij die mochten echt zelfs overlappen. Dus eigenlijk overlappende centrale verdedigers. Uh, ja, ik heb daar vaak alleen gestaan van achter, maar dat klopte, dat paste bij ons. Dat was echt van. <laughs> dat je helemaal liever. alleen stond. Ja, alleen ja, maar Hernan won liever met 5-4 ja. dan, dan een 1-0. Dat was het weerscore dus je... van toen, hè. gewoon ja, een ja, scoren score dat je binnenkreeg, da want je kreeg er altijd binnen. Maar... Ja, die, die hield echt van spektakel. Dat was echt. Um... Dat was aangenaam voetballen. En natuurlijk, je moet ook eerlijk zijn, op, allez, wat uh, Tissoudali, Holshouser, zelfs Suzuki en zo, al die mannen, elke trap binnen de, allez, binnen de palen was binnen op die momenten. Ja. Omgekeerd ook wel. Maar dat, maar dat is wel... het momentum waar we het ook over hebben, wat het nu omgekeerd is. Nu is het helemaal omgekeerd, ja. inderdaad. Dus het is misschien wel twee extreme. Um, wat op maar... die eerste wat ergens weer typeert, toch? Wel, maar maar ik dat denk het goede dat, heel goed is ja, ja. Het ja, ja. heel Dat slecht. zit wel in die club, ja. ja maar ik denk wel dat die stijl van Hernan vorig jaar dat echt wel bij de club paste ook. Mm -hmm. Zo echt zo free-flowing, niet nadenken, vol een bak. Veel charisma uh, ook. Ja, ja heel veel charisma. Um, we waren ook een ploeg dat heel hard aan elkaar ging. Uh, ja, dat is anders, ja. Ja, snap ik. Heb je nu nog contact met hem? Af en toe, ja. Hij is een van de eerste die mij een berichtje had gestuurd met mijn, uh, met mijn blessure. Okay. Um, we sturen af en toe eens uh, Allee, Ik ken haar op Instagram als ze een verhaal deelt of zo. Uh, hey, Zo'n zo emoji uh, reageren. Ja, of zo proficiat. <laughs> en hoe uh, is het daar? In de DM's ja, slide. Ja, en ik had gezien dat hij <laughs> uh, precies een nieuw lief had. Dus, uh, <laughs> <laughs> Belangrijk om te volgen. Daar is een bericht uh, over. Alleen, ja, dat's... je hebt zotte dingen samen meegemaakt. Hè. Ja, in absoluut. Denken, hij is me dan komen halen in Lierse. Um, hij heeft me naar Beerschot gebracht. We zijn samen kampioen geworden. We hebben samen in 1A echt... Zotte dingen meegemaakt. Ik heb hem ook nog gekend in Liersen als speler. Just. We hebben samen gespeeld in Liersen. Dus ja, dat is toch een speciale band dat je samen hebt. Hè. En zo Absolute. is dat met veel spelers bij ons. Was, was dat misschien zelfs professioneel gezien dan de mooiste tijd? Voor mij persoonlijk? Het opgaan en dan beginnen in één Ja, ik vond dat... Ja, dat was echt zot. Dat was precies elke match dat wij begonnen, wisten wij van, wij kunnen winnen. En gewoon ook hoe dat die groep aan elkaar ging... Um, Uiteindelijk in januari komen maar die groep was ook eigenlijk een beetje in de put toen in 1b. Ik denk dat ze toen ja, ja. ik dat ze vijfdes of zo stonden. Um, en Heran heeft daar echt een geheel van gemaakt. En ja, als je als groep zoveel meemaakt, zo positieve dingen en zo, en van laag komt en helemaal... Ja, dat is, dat is toch speciaal. Dat, is, uh, dat creëert een band dat je nou, ja, dat in voetbal weinig tegenkomt. En voor mij persoonlijk was dat ook uh, op het gebied van prestaties en zo wel de beste periode, denk ik, van mijn carrière. Hoe actief was, was Stil toen al? Ah, Super actief, ja. Willy is echt een... Uh, maar een ik bedoel top, niet ja. actief, want ja, dat is een Duracell konijn is dat, dat valt wel op, denk ik. Maar ik bedoel, om zich ook moeien en ook verantwoordelijkheden krijgen van, van Losada. Dan. Ja, maar ik denk dat Hernan dat perfect wist. Dat hij met Wil een ongelooflijke trainer naast hem had. En uh, heel veel trainingen mocht Will ook heel veel doen. Uh, presentaties ook, uh, videoanalyses. Ja, Will is daar top in. die Samen met twee was dat echt een... Een zotte tanden eigenlijk, hè. die, die maakt elkaar beter. Die familie stil, daar moeten we toch ook eens iets mee doen. Hè? Want dat is toch ongelooflijk? Nee, dat zijn, die zijn met drie, denk ik, drie broers. Ja. En die zitten alle drie in de voetbal en die Tacht, vier en drie in het voetbal, maar Dat ah ja, weet het beter. Je weet hoeveel stil er zijn, maar er, er zit iets in dat water bij die mannen. Maar voilà, het publiek lacht. Eindelijk. Het geluid van links. Jongens, jongens. En het, het is iets dat jij niet gezegd hebt. Wauw. Nee, maar... Die, <laughs> nou, in dat water bij die familie moet iets zitten, want iedereen spreekt daar zo over. Van, die zijn zo gemotiveerd. Ja, op z'n degen iets, gewoon eigenlijk. Ja, die zijn om om iets, bezeten. Nou, ja, voilà. Ja. is echt zo. kun je niet anders omschrijven. Je zou beter niet. een van die mannen voor je quiz pakken. Ah, ja, ja. Dus die weten ook alles. Dat... Gewoon drie stils en ik. Hè. Voilà. Ja, daar nou, ik we niet Ik wou nog zeggen over Hernan Lozada, dat is wel de Instagram live dat hij nu heeft. Dus ik begrijp toch een Wat beetje. Ja, die zit daar bij DC United: elke verplaatsing met die privéjet van die ploeg. Uh, in het weekend, als hem een keer vrij is, de stad in. Uh, de subway op en hop, hop. Allee, dat ziet er wel een cool leven uit. Dus ik begrijp hem. Oh. Een stadion ook. Dus oh. misschien moet je spolsen dat er dan nog plek is. Ja, nu zal het mij niet pakken. Ik. <laughs> ja, ja, dat zou het wel zijn. Ik kan niet veel doen met een halve. Dus, uh. <laughs> nog geen uh, vraag uit de studio, maar ik heb wel al een kijkersvraag. Okay. Van Dessel, wat vond je van de exit van Dosada? En misschien ook het um, moment waarop. Ja, goh, ik begrijp dat. Ik denk, um, in voetbal kan het heel rap veranderen. En ik denk als coach, ik denk dat we hem ook wel zal gezien hebben, hè, dat hij al heel veel uit die groep had geperst. Hij kreeg een heel mooie aanbieding, ik denk zowel financieel als um, sportief. oké, okay, MLS lijkt misschien niet, niet top, maar toch, ik denk, hij is ook een Argentijn, hè? je mocht dat niet onderschatten. Nee, nee, nee. Hij is heel Stop. kort bij huis en zo. Um, ik denk dat ook een van zijn doelstellingen in zijn carrière is om uh, in Argentinië topclubs te trainen en zo. Dus hij ziet dan, denk ik, MLS als een ben tussenstap. MLS ook wel eens. Stappen omhoog is dat. Plus, ja, ik denk ja. als je een MLS begint te bekijken, dat is. Ja, Qua infrastructuur en zo ja, is dat, dat is zeker drie, Vijf stappen omhoog. Maar het was dus, vooral het moment waarop het oh ja, dubbel was. Ja, maar ik snap dat, het zijn, goedbal, goed. ik denk dat hij is ook Is er voelde. een goede moment? Ik weet dat niet. Okay. Um, hij zal ook geweten hebben dat Will stond om dan over te pakken. Um, dus ik begrijp je niet heel hard. Ik denk, hetzelfde uh, geld blijft hem. Hè. Legt hem een mooie aanbieding opzij. En verliest hem dan, dan de volgende 5, 6 matchen? In en zitten. zit hij nu hier of ja, is hij ontslagen? Of je weet dat niet in voetbal. Dus zeker als coach denk ik dat je de momenten moet pakken die dat je krijgt. Ja, en de, de, het grote probleem was dat de MLS begint op een ander moment dan hmm. onze competities. Dus goed, dan, ja. dan word je ergens midden in een seizoen weggehaald. Alleen ja. eh, vraag ik me dan af: had hij het gevoel dat het op was? Dat dat, dat, dat voor hem het maximum was wat hij kon bij Beerschot? We, voordat er die de interesse was, vooruit. had ik niet het gevoel ja. dat hij dat dacht. Want die was nog wel te aanspreken over, uh, over aan de top te blijven spelen en zo. En, uh, maar ja, dan zal misschien natuurlijk die, die dinges komt, die aanbieding, en dan zal hem ook wel beginnen na te denken. Uh, maar ik denk niet en dat hij. De hele tijd had... zal hem ook niet gekregen hebben om te beslissen. Nee, voilà, het Is dat. Soms gaat het snel in voetbal. Hè, dus, uh, en ja, zal zijn gevoel gevolgd hebben. Plus ik denk ook in de groep en zo. Niemand dat hem dat kwalijk neemt. Hoe heeft hij dat gezegd? Ja. Um, we wisten feestje. dat eigenlijk voor de match tegen Club Brugge. En dan heeft hij die match nog gedaan. En dan. Uh, ja, toen die match kwamen we gewoon nog all-in, Hernan Lozada-stijl spelen. Een <laughs> okay, dat dan wel niet gelukt, maar wat. Hoeveel was dat? Um, nog vraag. <laughs> niet gewonnen. Um, 1-3 of zoiets? Dat ah, is alvast nog. ja. ja. Um, en dan is ze gegaan. Maar ja, niemand had dat. We vonden dat heel erg als spelersgroep, maar we gunden hem dat ook wel. Dat was echt zo'n groep, ja. We hebben zoveel meegemaakt. En zelfs als Tissoudali, die gaat dan ook weg. Maar dat was echt. Met, dat uh, was misschien erger voor de ploeg dan. Meer effect. Dat, dat die zo daar Ja, ik denk zeker als je dan naar stil terugvalt, wat ja. geen complete uh, ja, shock is of zo. Nee, maar dat niet die zodanig groter zijn. Ja, als. want uiteindelijk Will heeft nog heel goede resultaten gehaald met ons. Ik denk dat hij iets van, goh, ik heb daar gezien, 17 op 36. Um, maar ik denk als je nu ziet, wel, dat zou top zijn. Die is, punt, nog, ja. is nog straffer. Ah, wel, maar maar toen was het uh, precies ja, en, wel van. En Wil heeft eigenlijk. Hetzelfde, alleen het moeten doen zonder Tissoudali. Oké, okay, Bakali is dan wel gekomen in de plaats, maar ja, die was, ja, dat was, niet was gepresseerd. En dat, ja, uiteraard was dat niet Tissoudali. Ja. Het geval uh, Bakali, daar, daar kun je ook drie uur over babbelen, denk ik. Maar, ja, alleen, ik heb daar geen slechte ervaring mee. Nee, dat dat ik vervanger van een gast die je top um, Ja, Je kunt niet verwachten dat iemand dat lang niet heeft gespeeld, ah. daarin komt en een beste speler direct terug gaat vervangen. Dus, um, maar oké, okay, ik begrijp de club wel dat ze op die moment op zich, of... Tissoudali moest laten gaan. Ja, dat ook. En ik snap ook, een goede bakali zou dat wel misschien maar iedereen kunnen. iedereen hoopt dat. Iedereen hoopt ja. dat je zo'n gast terug de bakali van PSV maar kunt die maken. Maar is ook Hij is de grootste uh, romantische voetbalsupporter. <laughs> ja, maar... Ja. Als je, als je nu... Het was gelukkig in een seizoen waarin Beerschot al gered was. Maar als je nu bakkalie zou binnenhalen als de ja, grote ja. redder, dan lacht je supporter. Nee, maar gaat, je hè? moet ook zien, Sudali was op de laatste dag van de transfermarkt verkocht. En dan moet je iets gaan ja. halen... Snel, en ja, als je dan denkt van profiel, wat lijkt op die Sudali, dan zou ik ook wel komen bij Bakkali. Dus ik begreep dat wel. Um, Oké, okay, Dat is altijd een risico, maar ja, elke transfer is een beetje een risico. Dus. Ja, en zeker als je met zo weinig middelen oplossingen moet vinden. Ja, en zo snel. Dus, risico nemen, hè? Ja, ja, ja. Ik vind las wel nu, en Losada werd geïnterviewd in de krant vorige week, en die leeft echt nog mee met Beerschot. Hè. Die kijkt ja, nog naar die matchen en zo. Dus. Ja, maar ik zeg het, die, die stuurt veel, na, alleen, niet alleen naar mij, naar na veel jongens. Um, die kijkt de matchen, die... Uh, ja, je vindt dat erg ook. Hè. die ziet ook eh, dat, dat de jongens dat hij zo heeft gebracht, dat die het moeilijk hebben nu. Hè. Ja. En nu? Wat vind je van Torente? Um, heel goed. Ik vind dat echt um, een hele positieve, aangename mens. Die is binnengekomen, die, heeft, ja, die straalt rust uit, die is positief heel als, als alles rond zo'n ploeg negatief is... Ja, ja, ja echt waar. Um, die heeft wel even wat rust gebracht. En dan, ja, uiteraard is hij ook... Uh, qua trainingsmethoden is hij wel heel... Uh, sluit dat veel meer wel weer aan bij, bij Hernan. Eh, veel korter, scherper. Um, dus ja, ik hoop dat dat wel... Nu zijn vruchten gaan ook afwerpen. Ja. Hè. Maar oké, okay, ik, ik vind dat echt een crème van een mens. Een goede coach. Maar als geblesseerde speler... vermoed moet ik dat... Dat je niet meer dicht bij de groep zit? Of? Jawel, want ja? dat klinkt heel raar, maar uiteindelijk die mens is hier nu een klein maand en ja. um, die heeft me al honderd keer gestuurd, die heeft me al vijf keer gefacetimed. De uh, vrouw, <laughs> ja, nee, maar alleen, en dat hem zegt van ja, je moet naar training komen en je moet naar training komen. Dus je zei, je je zijn van de kapiteins van de groep, je moet, je moet erbij zijn. Dat is belangrijk dat jij mee die Om iedereen betrokken houdt. Ja, ja, en, maar ik vind dat, dat wel cool. zot, want uiteindelijk die mens, je die kent mij wel drie vier weken. Um, ja maar als ja, research ik, wat gedaan heeft ja oké okay, ja, maar, maar vorige maand ik kan gebruiken Frederik Frans was hè dus die heeft inderdaad een heel die, korte tijd daarin gesmeerd ja en uiteindelijk die heeft niks meer aan mij nu Allee, op, nee, op het veld dus eigenlijk maar ik snap wel dat je toch vaak als je zo dat je nu echt samen moet hangen en voor moet voelen en dat wel chic wel dat hij dat doet want eigenlijk die heeft niks meer aan mij nu nee. maar toch Blijft je mij erbij betrekken? En, en dat blijf... kan hij wel aan u hebben of? Ja, en je ligt ja. wakker van mij. Je ziet dat die is... Oh, ik weet toen dat <laughs> Ik heb die in de week voor de eerste keer teruggezien. Hoe dat... Allee, die gaf direct een knuffel. Dat was echt zo... Dat is gewoon een warme mens. En ik vind als speler is dat wel... Fijn. Dat is een zalig ja. gevoel. Oké, okay. ik weet nu niet hoe tegen dat ik terug ben, hoe dat het dan gaat zijn. Ik hoop dat het er dan nog is. Maar dan weet... dan ga ik wel voor die mens door een vuur. Ja. Dus uh, ik vind dat wel... Het is ook ja. gewoon heel slim van hem, denk ik. Want hij weet... Ja, Het allerbelangrijkste om nu punten te halen is toch de sfeer en hoe dat die ploeg zich samen kan vertegenwoordigen tegenover hè. de rest. En als, ja. als hij denkt van: jij kunt mannen als, als, als Dom, Pietermaat, Maat, Van Namel, Van den Berg ook allemaal gemotiveerd houden omdat jij ja. belangrijk bent, ja dan moet jij ook kort bij die ploeg blijven. Ook al zijt je nu gekwetst, je moet daar kort bij blijven. En nee, dat klopt. beseft hij waarschijnlijk wel. Ja, en allee, ik ben ook gewoon een heel piepel, positief persoon, uh, ja. een heel naar de werker, heel positief altijd. Dus ik denk wel dat hij dat in die groep wilt houden. Uh, ja, Het is niet nu, omdat je, omdat je eruit ligt dit jaar, dat je geen rol niet meer zou hebben in een, in een ja, mogelijke comeback van Beerschot. En dat snap ik dat een coach ook denkt. Ja. Als je een belangrijk figuur bent in de kleedkamer zeg je, je whatever je sportieve prestaties. Je kunt gekwetst zijn, maar dat is altijd super belangrijk. Zijn, hè? Ja, klopt. Zeg ja. ja. je zelf nog bezig met trainersdiploma? Ja, ja. Ik moet, uh, deze namiddag moet ik gaan naar, uh, naar Leuven voor UEFA. Uh, Theorie, hoop ik. Uh, ja, momenteel gaat niet ja, veel het daarom. veld lukken. Maar uh, het is momenteel nog theorie en zo. Um, dus U ja, ik heb, de, A, okay, ja ik heb de B in Schotland gedaan. Hm? En nu de A uh, ben ik hier begonnen. Dat is nu een maand of alleen zesal weken dat we bezig zijn. Dus uh, ja, dat is volgend jaar december dat dat, als ik slaag, dat ik die heb. Top. Dat is toch al bijna het... Alleen dat is al hoog, hè? Ja, dat, dat is het voorlaatste. Pro-license is dan... Het volgende. Dat, ah, ja, dus dat is het einde van A twee jaar, hebt, jaar wel, pro-license. Ja, dat is de langste. Ja. 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 Maar als je een A hebt, dan kun je eigenlijk al ja. bijna overal coach zijn. Dan moet je zo inschrijven je in, gewoon. Ik weet bijvoorbeeld ja. de, de Hernan Company, uh, De Wil, die hadden allemaal hun A, maar die waren ingeschreven in de pro-license. Dat is genoeg. Dus die mochten coach zijn. Ja. Ja. Dus uh, ja, als ik dat volgend jaar in december heb, dan ben ik uh, 33 jaar. Oh, dat stoppen dan well, allee, dan heb ik al heel veel klopt en dan, uh, dan zien we wel speelt je voetbalmanager nu al lang niet meer maar, maar ik nu misschien heel... terug. ja misschien want ik heb vorige week nog een mailtje gekregen met zo van ja die baas van voetbalmanager elk jaar krijgen zo die gratis versie als speler uh, ja wij niet en, uh, maar. kan daar wat <laughs> dat is nu de allereerste keer dat ja? ik dat van hoor ja, ja, ja. <laughs> en hij heeft dus er ooit ja. mee aan ene geholpen. ik krijg juist niks hè wat <laughs> zo, niet meer ja. Misschien kan ik iets regelen. Allee, ik dus, zo, omdat je in dat spel ziet krijgen dat. Oh, ik denk dat ik weet. Ja, uh, want die dat? hebben veel vogels. Als die dan iets posten. Dan... Ja, maar ik ja. denk dat hem ook alleen. Ik weet niet hoe dat met mij is gekomen. Um, want ik moet elk jaar een lijst ook doorsturen van heel de ploeg. Wie dat wilt hebben en zo. Dus, uh, <laughs> maar ik heb dat veel gespeeld vroeger. Maar ja, dan met een, een kleine en een vrouw. En... Dat, uh, <laughs> waar ik me afvraag, zeg ik ooit in dat maar spel die... wonderkid geweest? Als 17-jarige of zo. In zijn database-editor misschien wel. Ja. Ja. Ik ga dat een keer opzoeken. Als er database waren. Ja. Nee, nee maar ik weet wel als ik zo. Ja, toen ik 18, 19 jaar was en ik shot in de eerste klas, had ik wel goede statistieken. En dan <laughs> weet ik wel dat. Uh, Zoals vrienden en zo. En dat ik wel bij Liverpool en zo is geraakt. En dat is dan, maar ik <laughs> denk dat het nu geen vette zal zijn. Bij Liverpool, joh. ja. Mensen die voetbalmanager willen winnen, we gaan dat weggeven ah. op Instagram. Ik, ik val er van die een verrassing in de ander. Ja, dat is toch mooi? Ik koop ieder jaar vanaf 96, maar ik heb vorig jaar dus een iPad gekocht voor die een touch op iPad. En ze brengen hem niet meer uit op iPad. Serieus? Ja. Ja, ja, ja. Wat moeten ze doen om te kunnen winnen? Ik wil, um, we moeten iets met die wonderkids doen. Ik zal dan nog iets bedenken. Top, hou ik van. Goed, we hebben een vraag uit de studio. Ja, op het moment is wel een klein beetje gepasseerd. Ik kwam een vraag stellen over onze nieuwe coach Toriente. Ja, ik vind het toch wel. Heel opvallend dat je op dat moment de situatie waar we nu in zitten, het gaat niet goed. Dat je dan een coach neemt die de competitie nauwelijks of bijna niet kent, of kende ook ja. natuurlijk wel. Was dat als, als groep niet een verrassing dat je dat op dat moment niet voor ja, meer een soort van crisismanager zou kiezen die de competitie wel heel goed kent en ons dan uit het slop zou kunnen halen? Goh, ja, ja, je kunt dat zo wel bekijken, maar ik denk ook um, iets totaal nieuw dat dat ook wel echt wat we, allez, dat dat iets was dat we nodig hadden dus um, en als je naar Belgische coaches kijkt, ik weet niet wie dat er nu nog allemaal vrij was en zo, ik denk dat dat ook wel, ja, misschien wel in dezelfde lijn als als Peter Maaslag misschien. Hm. dus um, ja en iemand die nieuw van buitenaf aankomt, Dat beginnen houdt van maar ja, ja, iedereen dus, begint van nul. ik denk dat dat, ja, dat dat wel belangrijk was bij ons om echt zo, met, ja, een uh, propere lijn, echt ja. dus daarom begrijp ik wel die dingen. plus alleen die mens heeft wel ja, Deftig Adelbrieven, hè. En die is assistent bij Bielsa geweest. Die heeft nog zo'n ploegen um, in Zuid-Amerika uit het slop eigenlijk gehaald. Die daar ook in zo'n situatie is als ons zaten. Dus op dat gebied uh, denk ik dat dat een goede keuze is. Je hebt we is hebben... wel met een groep, dat ze werken meer. Hè. Ja, want uh, ja, zijn een broer is erbij. En dan zijn er um, nog twee jongens bijgekomen. Frank Magerman, eh, die kwam dan ook uit de jeugd van Beerschot. En um, Gregory van der Riet, dat is uh, coach van Boom. Okay. En die spreekt ook bijvoorbeeld perfect Spaans. Uh, ja, die is snel talenkrommel ook. Ja, die vertaalt heel veel ook, maar los daarvan van vertaling is ook gewoon een hele goede coach. En Frank ook. Dus allez, ze hebben echt wel een goede staf, een mix eigenlijk wat, bijeengebracht. Hm. Dus ja. Horen jullie in deze periode iets van bestuur en dat soort dingen? Um, goh, ik, de laatste weken, nu niet speciaal, maar. Um, ja, soms de voorzitter zoals Francis Franke komt af en toe wel eens, uh, komt af en toe wel eens langs om uh, ja, positief uh, iets te zeggen of zo. Of, uh, ja, met een nieuwe coach dat kwam en zo. Maar ik denk dat ze vooral ons, ja, de coach, met rust laten en zijn ding laten doen. En, dat is ook uh, wel ergens dan goed. Het Geen is al... zenuwachtige voorzitter Goh, die... Het is al goed dat ze inderdaad de stresslevels niet komen verhogen. Dat is altijd zo dubbel, want ik heb... Soms he, mensen zeggen van ja, dat bestuur moet toch komen en zo en dit. Maar ik heb dat in Lieren en zo vaak ook meegemaakt. Dat het slecht ging, dat de voorzitter constant in de kleedkamer zat. Geloof me dat is ook niet goed. Nee. Dat is, uh, voor veel jongens werkt dat ook misschien wel wat verlammend en zo. Dus, um, ik als het, ik. Zolang het positief is, dan kan het wel helpen. Als die vrij zegt: jongens, ik geloof erin, ik gelooft geloof erin. Kom aan, ja, ja. we gaan ervoor. Lijkt me maar dan ik zou positief. het ook niet verkeerd vinden als die niet op tafel komt slaan. Dat is ook niet erg. Hè? Maar, allee, wat is juist? Ik weet het niet. Ik denk. Ja. Het nee. ding is daar gewoon, denk ik, voor de fans vooral. Ik denk naar de spelers moeten zeggen: Kijk, die moeten hun ding doen. Die moeten zich focussen op die matchen. Maar supporters stellen zich wel vragen. En dat lijkt me wel terecht. En supporters kijken dan automatisch naar het bestuur. Waar zijn jullie? Wie zijn jullie? Kom eens naar ons. Ja, Kom dat eens uitleggen. Het is ook Waarom staan we laat? Voilà. No, maar dat is leuk. Waarom ja, staan pardon. wij laatst? Kom ons dat eens uitleggen. Wat is jullie plan met Beerschot? Uh, en ik, ik weet dat bestuurs, dan bestuurder. Ja, maar we hebben dat toch al eens uitgelegd. En we doen dat wel, we doen dat wel vaak. Maar supporters willen dat repetitief, je moet daar tijd in steken als bestuur, je moet dat blijven doen, dat is zeer belangrijk, je supporters zijn het allerbelangrijkste en soms als bestuur snap ik we willen niet meer communiceren, we hebben het al gedaan we gaan een paar weken zwijgen, nee supporters moet je echt blijvend, continu mee in overleg gaan ja. en dat is ook met de shit dat is niet alleen met goeien als je kampioen wordt maar ook als je laatst staat, dat hoort er ook bij ik denk dat supporters dat ook wel zullen begrijpen dan en ook respect zullen tonen maar je moet wel iets zeggen, je moet aanspreekbaar zijn ja Gaan we om het Beerschot hoofdstuk misschien toch positief af te sluiten? <laughs> aan een KVM-supporter vragen om Beerschot mooi te omschrijven. Wat is het mooie aan Beerschot? Uh, ja, Beerschot uh, zal, Alp, zal... Wat? Er, uh, het publiek, al... Wat? Ik, ik moet dat toch niet over Mechelen doen? Oh ja, wel. Ja, oh, ja, wel, dat komt wel niet, en ik zal dan beslissen wie de mooiste club is. Nee. Maar het is, niet, het is niet zomaar dat mensen uh, die toch een zeer literaire uh, talent hebben, zoals Jan Mulder, zeer lyrisch doen over bezoekjes aan het Kiel. Dat is gewoon zo. Beerschot is en blijft een zeer authentieke volksclub met een stadion midden in een volkswijk. Waar spelers als Ricoppes en Juan Lozano en God weet wie allemaal gespeeld en geschitterd heeft. Het is gewoon één van die uh, lokale parels van ons Belgisch voetbal. Zoals KV Mechelen er ook in is, zoals Lier er ook in is. Dus we moeten vooral ervoor zorgen dat die in leven blijven. Dat die in eerste klasse blijven en dat al die clubs tegen elkaar blijven spelen. Want dat zijn de wedstrijden waarvoor je naar het stadion komt. Ook als Mali van speel ik duizend keer liever... Uh, wedstrijden tegen Beerschot, tegen Lier, tegen Antwerpen, dat zijn de matchen, daarvoor doet je dat leeft, dat bruist. Ik bedoel, daar valt weinig slechts over te zeggen, toch? Over die ploeg aan zich. Ja, klopt. Ik vind het een, mooi, dat is een, mooi, een, mooi een mooie uitleg. Daar heeft hij hem gelijk in. Voilà. En ja. ja, je zei het wel al, je, mensen kennen je ook als een clubman van Lierse. Ja. Meer dan tien jaar gespeeld. 22 jaar. Met de jeugd erbij. Oh, Met jeugd erbij. Meer dan tien jaar. Ja. Want op zes jaar geleefd naar Lierse gegaan. Vijf. En ja. we, Oh, sorry man. Ja, eerste fout nou, ik denk dat er nog gaan zijn. Sorry. Ik maak altijd fouten, je moet mij ook corrigeren. Ik leer bij. Dus op vijfjarige leeftijd ja. de eerste gaan. het shirt hangt achter u. Je hebt een titel dan meegemaakt als, als jeugdspeler. Ja. Ja. Weet je daar nog iets van? Want dan moet ik weet Dat moet zeven jaar geweest zijn, acht jaar geweest? Ja. Um, ja, 96. Dus uh, ja, zeven jaar. Um, ja, dat shirt herken ik direct. Ik heb dat thuis ook nog. Maar het is niet um, dat je als ballenjongen daar waart? Of... Nee, ik kwam wel naar de matchen zien en zo, maar niet als ballenjongen. Maar um, ik speelde daar in de jeugd, dus ja, de Erik van Meer was toen ook uh, mijn groot idool al. Ik weet en, niet waarom, maar ik link jullie ook in mijn hoofd ergens aan elkaar. Maar, ja, we hebben, Erik is ook zo degene dat mij mee heeft gelanceerd in mijn carrière, dan ook van Schotland terug naar België heeft gehaald. Uh, ja, we zijn zelfs eigenlijk heel goede vrienden eigenlijk. Hè. Erik okay. komt bij mij thuis ook, ik bij hem. Dus uh, okay, dat is eigenlijk goed. meer dan... Coach, spelen dat is eigenlijk ook echt. Zijn of... uh, dat dan dubbeldates? of? Ja, zien? de vrouwen kennen elkaar ook. Dus, uh, voilà. Maar nee, is, Erik is voor mij de man in het voetbal. Dus, uh, ah, dat en... ik ja, jij zit ook, Erik van, van Ja, maar ja. als je, je zijn statistieken bekijkt, dat is ja, absurd. dat <laughs> dat, <laughs> dat jaar van uh, het kampioenenjaar, uh, wat ik me daarvan herinner is uh, die goal op standaard. Um, Hij heeft dat altijd gehad, hè. veel goals ah, maken. Bij goals? Ook. Dat is ook. Als libero dan? Hè? Yes. Met links, met rechts en met de kop. Dat moet je kunnen, dat is een centrale <laughs> verdediger, met alles. Want dat, dat zagen je altijd op mij dat ik niet genoeg goals maakte. Hè. Ik zeg: Ja, maar Matt. Uh, ik ben een verdediger. Ja, maar jij spiegelt dat aan je eigen, dat zijn 16 goals. Uh. <laughs> hoe ze zo? Dat lukt niet, hè? Maar hij zei dat ook altijd over zijn carrière, hè? Hij keek naar links en naar rechts eh, tegen de over en Serneels die op de zes liep en zei van jongens, ik ben weg, hè? En die liep gewoon. Die was altijd weg, klinkt naar de spits. Maar die ploeg ja. die liet dat ook toe want die scoorde. Dus ja, dat, was, moet dat wel afwegen. Die ploeg was recht op ingespeeld en maar ook ja, die was altijd weg. Die een, een trap met links rechts, dat was. Dat was je grootste wapen hè, in die ploeg, dus één ja. van de grootste. het grootste wapen van die ploeg was dat het echt kameraden waren. Ja. Als je die documentaire ziet, en als ik dan jongens zoals de Nering, de Nico van Kerkhoven, als ik die hoor spreken daarover, dat is echt... Dat is ja. uw, uw documentaire. Ja, ja, we hebben die ook eens samengebracht. Ja. Dat, dat, dat is absuurd. zo warm, zo warm, die mannen. Ja, jou. maar dat is na elke week, uh, na elke match was dat... Ja, we was daar in Lier, die discotheek en zo. En, allez, je dat kent was ze, constant... je kent ze wel. Nee, die Was, uh, was dat Bar Barclays of ah, zo? Ja, ja, ja Niet de La of the Illusion. Nee, nee. Ik zie van mij ook gewoon niet de Illusion. Maar pas op, als je foto's van hem van vroeger opzoekt... Dat was toch wel een zondekis ja, hè? was dat een zondekis. zo'n ja, toch een bikkie. zo'n zwitmaar ook zetting had niet iedereen toen. ja, leraarskis ja. nee, deed nee, dat niet. Denk. nee, dat niet, dat niet. ik ja. kan hem ook niet van beschuldigen. maar ik denk wel dat, allee, dat moet top geweest zijn in die tijd hè, toen was er ook nog geen social media. die mannen konden, allee, ja, als die daar met heel die ploeg op stap gingen, eens een keer, uh, ja, dat was wel. open niemand dat wist nu. Als ja, hij, dat wordt van verhaal toe, een beetje, maar. nu gaat dat gewoon nee, niet meer. Dus, uh, niet. maar, ja, ik geloof wel dat hij in die tijd daar heeft voor gezorgd dat die Zo'n zotte ploeg waren. Allee. Ik heb een vraag van Rick. Uh, welk Liers elftal was het beste waarin je gespeeld hebt? <laughs> Goh. Want ik heb zo wat opgezocht. Je hebt wel met, met wat cultspelers daar ja, gespeeld. Ja. Hè? ja ik heb, um, als ik kijk, was het jaar met Menzo, denk ik. Dan hadden we wel wat spelers. Hadden we van voor Tony Watt, Diagne. Um, die dan bij Brugge daar is geweest. <laughs> en uh, Lozada. Hadden we in het middenveld ook. Uh, Hossam Gali. Ex-Tottenham. Karel Hoefkes stond daar ook van vanachter. Um, oh, wie stond er in de goal toen? Ah, Kawashima? Ah, ja, ja, dus, allee, ja. Zoals je zegt, ik heb heel veel goede. Maar dat wel was wel. misschien wel qua kwalitatief gezien de beste ploeg. Ik denk dat die ook heel goede resultaten toen hebben gehaald. Um, maar ja, je hebt op training moeten verdedigen tegen Bo Peters, Thomas Radzinski, Wessie dus ja. song. Ja, maar zo zijn... ja, Die en die Janje dan. Ja, ja, ja. ja. Ik, uh... wie, wie was het strafste? En Wessie song luistert. Moet ik al even meegeven ja? misschien. Wesley, nooit uh... eerlijk zijn. Maar, ja, nee, Wesley was. Wesley is een vriend van de show. En ja, Wesley was op zijn, maar... op zijn einde van zijn carrière. Oh, maar Wesley toen. was wel. Allez, ik is... had Wesley super graag. Wesley was ook voor jong gasten zoals mij was echt een topper. Die was. Uh... Maar nu je nu ook nog soms en dat is echt ja, een... maar technisch zo, <laughs> zo zwak. Nee, ja, dat is Die heeft de plier. Een van de zotste goals dat ik die ooit normaal. heb. Ja, die normaal. Dat ja, kort zeker. Ja. ja. Uh, Wesley was een doelpuntenmaker, maar die was ook meer naast het veld. Dat was een leider. Dat was een ja dus er komt geen maar nee, was... Nee. dus was die song wind van Bob Peters Thomas Radzinski mm, ik vond Radzinski echt de max ik vond Radzinski was echt uh, die kwam toen van uh, ik denk van Griekenland maar dan een jaar daarvoor was nog uh, Premier League denk ik bij uh, nee nee Fulham kwam hem nee. denk ik en dat was wel dat was goed dat hij toen was Um, dat was ook al op zijn nadagen. Hè? Ja, dat was ook, maar die was. Ah, Thomas, allez, die zit nu ook bij mij in de cursus en die is precies nog altijd wedstrijd fit in mensen. Ja? Dus, maar datzelfde met Wesley. Ja, die ja, is okay. ook een, Dat zit dus, uh, ja, die mannen. Wesley is nu zo fit. Nou, ja, normaal. Ben ja, nooit ja, zo fit ja. geweest. Ja. Maar die Gali, dat was ook een zotte shotter. Echt, uh, Die had bij Tottenham gezeten. Dat was echt absurd hoe goed hij was. Ja, veel goede shotters gezien. Ik vind het altijd oh, grappig uh, als je uh, Sonke Radzinski autoriteit die tijd bezig hoort, Ja. Hij gaat Thomas en, en mezelf, de Wesley dan. Hij was toch links en rechts buiten. Maar niet in de spits. <laughs> ja, Inderdaad. ik weet dat wel. Ik denk dat ze Wesley toen redelijk veel op de flank hebben gezet. En, Als je uh, zo die dan twee mannen hebt. Ja, dat heeft uh, hem hier komen zeggen. Hè. Dat vindt uh, hem geweldig, op de flank. Ja, ik kon hem niet nee. meer lachen nee, nee, absoluut niet. Nee, nee. <laughs> maar dat is ook logisch. Uh, Wesley, oh, die moet diep staan. Hè. Voilà vind ik altijd op, ze alleen ze gaan nu toch ook niet in de speed zetten of reeks buiten zetten Dat is geen met met die technische bagage en die snelheid <laughs> je dat toch uh... target man target, target man gaan zwaar he. nee, ja, nee, zag je dat ta talent van Sven Kums al op training ja ja, ja? dus um, eigenlijk dat, dat was bij Lierse toen die hadden eigenlijk Lierse had zo'n start eigenlijk een beetje vergelijkbaar met Beerschot nu ik denk dat we... Oh, ik had gezien, een van de journalisten had dan nog getweet vorige week, dat de enige ploeg die ook zo'n slechte start had, was Lierse toen in een tijd, drie op 33 of zoiets. En um, in januari ben ik erbij gekomen toen als 17-jarige, Sven Kums uh, en nog wat spelers. En mijn eerste training bij Lierse was ook de eerste van Sven Kums. En ja, dat was absurd. Ik vond die echt heel goed. En die heeft dan eigenlijk schitterend voor ons gespeeld. Um, vond ik heel spijtig dat we dan uiteindelijk toch zijn gezakt. En dat hij niet eens kunnen blijven, want ik denk dat hem dan naar Kortrijk of zo is gegaan. Maar, Sven ja, maar was, uh, ja, dat was een klasse apart. Oké. Okay. Oh. Ja, 2007, plaatst KV Mechel zich. Promoveer <laughs> ze zich ten koste van Lierse. Ja, de de. Wat, wat weet je daar nog over? Vooral dat de eindronde dringend terug moet ingevoerd worden. Ik hou dat... van als je zo'n beetje boos wordt. Ja, nee, maar ik. Maar waarom Evert? Ik, ik maak me altijd kwaad op de organisatie van de competitie. Ik had het nu weer met die bekermatch met die geleide lotingen en zo. Ik haat dat allemaal. Ze moeten terug. Ja, ze moeten het voetbal brengen zoals het moet. En de eindronde hoort daar ook bij. Dat was toen nog met vier clubs, drie uit tweede en eentje uit de eerste. De voorlaatste uit de eerste. Ja. 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 En dat was dan Lierse, Antwerpen, Kortrijk. Mijn Van Azenbroek en K.V. Mechelen. Dus dat was een eindronde. Ik denk dat dat een eindronde met hoogste niveau is geweest van de laatste twintig ja. jaar. Dat was echt zot. Die konden alle vier overgaan. Ja. Want jullie begonnen goed, hè? Ja, zes op zes. Ja, wij winnen uh, twee keer tegen Kortrijk, direct, denk ik. Ja, ja, dat ja, kan, hè. Ja, dat was wel... Ja, um, maar Kortrijk okay, was ja, een eigenlijk... zotte ploeg toen. Hè. Dat, was, dat was met Van Azenbroek en dat was met... Mijn Nong en een voor. En zo en voor, van voor Die, ja, dat was, ploeg, dat, ja, dat was een heel goede ploeg. Um, en dan, ja, dan verliezen we. En dat was uw tegen. eerste seizoen? Dat was mijn eerste seizoen, ja, ja. Van toen in januari ben ik eigenlijk in de ploeg gekomen. Ja. Is, is dat het, ja, het ergste of het zwaarste dat je kunt meemaken als voetballer tegen degradatie vechten? Dat is gewoon moeilijk, hè. Um, en als, maar als jonge gast toen dacht hij daar nog niet veel bij na. Uh, nu beleefde hij dat veel intenser. En, uh, maar toen Toen was alles maar, al een geschenk, zeg maar. Ja, dat was allemaal. Maar dat was eigenlijk zot, want wij deden het echt heel goed toen wij in januari zijn gekomen. En wij denk ik. 1 of 22 punten gehaald, wat eigenlijk meer dan middenmoot was. En hebben we ons juist op de laatste speel lag, uh, kunnen plaatsen voor die eindronde. Maar ja, dan kwam er met, met vier heel goede ploegen. Alleen drie van Antwerpen toen iets minder. Maar een KV Mechelen die zat toen in een flow. Uh, maar ja, jullie dan ook wel ergens. Ja, wij dat's, ook dat wel, ja. En, ja, die match ah, een ploeg thuis. die van onder staat tegen drie ploegen die een heel jaar lang bovenaan hebben gespeeld, is, is echt niet gemakkelijk. Ik denk dat het heel moeilijk ja. is om te winnen. Dat was Bjorn Vlemings. Ja, dat was Bjorn Flemings, uh, Jonas Ives en Koen Persoons, die in Assoa. Dat was echt wel een heel goede Peter club. Maas was toen ook. Peter coach, Maas, ja. coach. Met, met, met gasten die nog vol in dat systeem gingen, een ouderwetse 4-4-2, die luisterden allemaal naar hem, die trainden ook. Uh, keihard, altijd de wedstrijdvormkes en ja, die, die ploeg, daar spatte de vreugde vanaf. En ik weet nog, die wedstrijd op Lierse was echt zo de klik van, oké, okay, nu is KV Mechelen helemaal terug na het faillissement. Oh. En dat was toen, en dat dat nog juist tegen Lier was, want toen was 1, 2, 3, 4 boeren van Lier. Ja. En dan uh, was er zo'n Lierse fan die had, ja maar ik heb dat eens dus opgezocht, uh, er zijn veel meer landbouwers in Mechelen dan in Lier. <laughs> <laughs> ik zeg, ah, dat herinner ik wel nog heel goed, ik kwam daarbij af, ik zie al. ook. <laughs> en 10.000 kakkers lachen met de zakkers. Ja, dat doen we doe ja. Ja. Dat was zo'n heel groot spandoek. 10.000 dus je met de zakkers. Ja, en dat is nog erger besters. geworden, hè? zo Lier en Mechelen. Ja. Is ook, uh... Ik vond dat altijd heel plezant, die wedstrijd tegen elkaar. Dat is gewoon de Liertje Steenwege, dan ben je In Duffel kwam dat zo samen. In komt dat zo samen. En ik weet niet, dat heeft iets, die match. Dat moet snel terugkomen. Los, los van het financiële en, en noem maar op. Ja. Liever bovenaan 1B spelen of onderaan 1A? Oh, dat is moeilijk. Um, liefst in en Oké. en na, omdat gewoon wel. Ik in voetbal. Ik vind dat wel. Ja, ja. Ja, ja, Natuurlijk. Qua fun en zo is. Ja. ja je de is de twee 1 -1 keer ja, je wint alles. Dat is, is bangelijk natuurlijk. En, uh, maar je wilt in en voetballen, je, wilt, je bent een atleet. Je wilt het hoogste. Uh, Schotten, ja. ja. En uh, nu tegenwoordig tweede klasse is echt wel een beetje een vergeten Dat wordt, allee... Wie, wie, wie kijkt dat? Die stadions zitten ook echt wel niet meer... Totaal niet meer vol zelfs. Ja, het leukste en... was vorig jaar met 1-1 van boven voetballen. Dat was het <laughs> Ja. Play-off... Ja, ja, uh... ja, dat had mogen blijven. Twee jaar na KV Mechelen trouwens, onder Antonis worden jullie kampioen. Ja. Maar hij haalt u eruit. Ja, ik U denk... en Timothy Dreesen. Ja, alleen ik was... Oh, well, match 22 of zoiets van toen ben ik geblesseerd geraakt. Heb ik twee matchen gemist, denk ik. Ze winnen die alle twee en... We hadden die ploeg eens toen op een run gegaan van letterlijk alles winnen. Maar ik heb dat seizoen 25 van de wat was dat, 36 matchen gespeeld. Dus op zich was ik eigenlijk wel basisspeler in dat seizoen. Hm. Alleen die laatste wedstrijden, dan voelt dat wel even zuur. Maar als je er achteraf op bekijkt, ja, was dat wel ook Snap mijn een titel. Dus, um, maar ja, dat was bangelijk. Dat was, dat was schitterend. dat was ook uh, twee jaar onder magge, denk ik, dat we eindelijk terug naar RNA gingen. En um, ja met uw eigen club terugpromoveren, dus dat was wel chic. Ja, zo eh, eh, lierke plezierke, dat is toch zo wat een manna, met zo'n kampioenenfeest Ja, maar zo kampioenenfeest, dat, dat, ja, maar dat was echt zot. Ja, dat dat was zo. vraag, Jarno vraagt: hoe heb je de nacht van het kampioenspel in 2010 beleefd? En Thomas Wils weet het antwoord. Oei, oei, spannend. Ja, dat, dat weet ik echt niet. Ja, dat is dat, steik, dat was een fout van mij. Ah, nee, nee, hij, ja. hij was zo zat dat hij het niet meer weet, maar Thomas Wils weet het wel nog. Ja, die, die jongen, die drinknamper. Dus, uh, misschien toen dat uh, wel. Misschien had hij mij moeten helpen met het. ik weet dat niet. Dat zou goed kunnen. Dat zou, zeg, uh, niet, zeg niet dat jij ook een nieuwe GSM nodig had van de Sam, hè, want nee, nee, dat heb ik al geen. Al had, tijd was aan Isse. Duur was zijn de GSM kwijt op het kampioenenfeest van Bruggen en die belt naar hem voor een nieuwe. ja bellen hem niet he? he? Via Facebook. Ah, maar in die tijd hadden we nog geen iPhone om dat te filmen. Hè. Dat was misschien goed, want dat was nog alleen. Dan je beleefde het interessant. Ik nu tijdens... wel vertellen, want we hebben nu wel podcasts om die verhalen. Oh, echt, ik zweer het Ik weet het echt niet. Ik weet dat dat, ja, dat was een heel groot feest op het veld. Ik weet dat er een bus op het veld is gekomen. <laughs> een bus? Ja, dat, dat we op die bus stonden en zo. Daar heb ik foto's van. Al, allee, dat was eigenlijk in Lier. een slim. Moet je geen podium bouwen? Gewoon. Ja, dat was, graag, een, bus dat was het een open bus. en zo, En dan allemaal daarop. En, uh, ja, het waren al besparingen, ik voel het al. Toen begon dat al. Nee, in Lier... We uh, hebben ja, geen podium, we een bus. In de, de 12, 12, 13.000 man. Dus dat was wel uh, allemaal op de ik denk dat we toen gewoon in, in het stadion hebben gevierd, denk ik. En de Walter Grootaars ja, heeft toch een liedje gezongen? Nee, ja, dat denk ik je niet. Je hebt wel ja. veel gedronken, denk ik. Ja, ik toen weet, weet niet veel meer. Uh, <laughs> heel die week... Uh, Wanneer had je door dat het ging mislopen met Lierse? Goh, ja, uiteraard het, uh, dat we niet betaald werden. Dat was het eerste. Eh. <laughs> was, uh, allee, het, begon het begon eigenlijk stilletjes. Eh. Uh, het jaar, we hadden het, het jaar um, met Erik van Meijer in 1B. Dat we eigenlijk een topseizoen hadden gehad. Eh. Dat we het meeste punten, al die dingen en zo. De twee maar periodes hadden, opgeteld. Twee kampioen. periodes eigenlijk kampioen, maar dat we niet opgaan. Hij ontslaagt Erik, haalt Fred van der Bist. Dat vond iedereen al ja, heel raar, dat Erik weg moest. En dan begon het eigenlijk dat... Uh, ja, de lonen moesten, ik denk de zevende betaalden ze altijd in Lier. En dan begon dat, de vijftiende. En dan de maand daarna, de zeventiende, de twintigste en zo. En dan op een bepaald moment een maand niet betaald, twee maanden niet betaald. En dan was er een dag, um, ja, we kregen altijd eten hè, op de voetbal na, na de training en zo. En op een dag ja, had hem de traiteur afgebeld, de het. <laughs> en uh, kwam hem daaraan aan met, met zakken van de, de lijst en zo en had hem allemaal zo hij zelf. ja hij zelf, was hem in de, in een of in de carrefour ik weet niet of hem allemaal zo spit gaan kopen en um, en zo als ijsbergsla in zakjes en zo uh, tomaten gekocht en alleen van alles en tijdens de training stond hem dat allemaal zelf te snijden want ja dan kon hem per persoon 3 ja. euro ja ik kon net zeggen dat een non-budget een non-budget non inderdaad en toen stonden wij daarvan alleen die voorzitter hier dat is een miljonair die staat hier wat die kiekjes te snijden, die staat daar tomaten te snijden en, uh, en dat op te scheppen en zo. zo. Maar dat is toch het, het beeld dat je niet, 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 niet hè. Naar eh, de spelersgroep. En je wordt dan twee maanden dus niet betaald is, en ja. dan denkt je van. Ja, het is niet dat je dan ineens gaat denken, hm, gaan ja. we loon nog krijgen? Ah, ik dacht van, ah nu dat hem twee euro per man uitspart, gaan we ons <laughs> loon krijgen. We uh, hadden maar het maar één keer gedaan. Dus ik denk dat hem ook besefte van... Ja, dat mochten nooit doen. Ja, ten eerste, ik denk niet dat hem hoefde had om dan elke dag opnieuw te doen. <laughs> uh, maar toen hebben ze gewoon het eten afgeschaft. Dus ja. <laughs> um, Ui, dat ja, allee, dat was absurd. En dan, dat heeft heel dat seizoen eigenlijk aangesleept. Om dan uiteindelijk... Uh, allee, het was altijd van zoeken naar een overnemer, die dat dan uiteindelijk nooit is gekomen en dan was maar, het gedaan. Als buitenstaander. Ont... Ik volg 1B niet zo goed, en onderaan 1A eigenlijk ook niet, als ik heel eerlijk ben. maar Wat is dat ja, hier eigenlijk? Een supporter Een gast. Niet uh, maar, ja, dus eigenlijk wel, noem het maar, maar zo. Dat is het goed, ik heb geen probleem. is van die G5-supporterkens, die uh, weten niet wat afzien is. Kus. Die weten hier, dat niet. Ik ben dubbel zo groot als u. Hm? Je ja, moet me in verkleinwoorden ja, maar die club alleen. Nee, maar wat ik wou zeggen is, die Sammy, dat leek wel als buitenstaander dan. Als ik het van wat verder zag, wel ene met, het, met het, juiste, het hart op de juiste plaats. En die wel echt begaan was met Liersen zo... Kwam het wel over. Maar natuurlijk, dat, dat was echt een. Zeker in het begin, dat was echt een mens die daar echt goede bedoelingen had. Die heeft daar ook schandalig veel geld verloren. Ik denk, wat was het? 75 miljoen euro of zoiets. Van zijn eigen dingen. Uh... dan is ook een gegaan. Ja, ik, maar ik denk dat hij door de heen de jaren. heeft hij zich heel slecht laten omringen. En heel veel mensen dat er heel veel geld. Ja, ja, als er iemand aankomt, ik weet niet dat hij in, de, in zijn eerste persconferentie zei: Wij gaan de nieuwe Messi opleiden. En ja, ja, ja. Misleek. ja, dan trekt je. Ja, hij was ook wel heel misschien aan, naïef en heel. Hij zag het allemaal makkelijker dan dat was. En heeft hem inderdaad mensen aangetrokken die heel veel geld van hebben. Allee, hem hebben gepakt. En ik denk dat hem, dat was u. Allee, dat heeft hem verzuurd door de jaren. En op het einde was die mens, ja, die was er ook kapot van. En dan heeft hij een beslissing gedaan waar ik niet akkoord mee ben. Uh, ik weet dat. Zeg je nu kwaad op hem dan? Ja, omdat hij liersen kapot gemaakt alleen laat laten kapot gaan eigenlijk. Ik zeg niet dat hij het heeft kapot gemaakt, maar hij heeft het laten ja, kapot gaan. Ja. Um, en hoe dan? Heel, ja, ik, er, waren, er was sprake van King Power. Dat hij bijvoorbeeld liersen eerst wou in plaats van Leuven. Maar dan, allee, het verhaal dat ik heb gehoord, is dat hem te veel vroeg. Um, ja, die wou iets recupereren en, nog waarschijnlijk. Ja, die wou natuurlijk niet onlogisch. Hè? Maar op een bepaald moment moet je ook beseffen van. Moet je ja, pakken wat er ligt. hè. Ja. Voilà, en ik weet nog dat in dat laatste jaar zijn er. Zes, zeven overnemers gekomen. Grieken, Amerikanen, uh, Mongoliërs. En die kwamen dan altijd naar het trainingscomplex. En, uh, en misschien ik als kapitein altijd uh, een dag gaan zeggen. Uh, <laughs> en dat ik dacht van... Ah, Hij spreekt uw talen. Ja, ja, uh, <laughs> ja. Uh, uh, Is het Mongoliërs? Ik dacht Mongolen, maar... Of Mongolen, ik ja, het zou wel twee mogen, denk ik. ik. Ik weet het niet, man. Zometeen worden weer gecanceld. Ja, waarschijnlijk. <laughs> en um, ja, dus heeft die club dan eigenlijk nooit overgelaten, omdat het hem te veel vroeg. En dan is het eigenlijk, ja, zo heeft hem die wel laten kapot gaan. Dus op dat gebied ben ik daar wel kwaad op. Maar ik blijf er wel bij van inborst en van beginideeën en zo dat dat geen verkeerde was. Maar het was Eerder naïef. Ja. Hij was, eh, ik weet niet of dat, dat zo was bij het begin, maar hij is wel zo wat flamboyant, excentriek geworden. Hè. Hij ja. reed toch met een Chicken Notto. hij reed frank, Ja, Dat maar, vindt niemand uh, niet per se. Nee, mij. maar dat was het begin. Nee, valt wel op als je een clubkraslier liert. Eh, hij, hij, hij is ook vaak betrapt op dronken rijden, weet ik. Hij heeft ook eens een zwaar accident ja. gehad. Hij heeft de Versus willen kopen. Hij wou met een Illusion iets doen. Hij pakte dat nachtleven er zo bij. Allee, dat is wel heel opvallend. Hè. Een voorzitter die een discotheekje gaat open doen. Maar is in het toch... begin kwam die daaraan en dat was echt een chique zakenvent, echt zo kostuumenke strak, deftige mens, gezonde mens. nog oh, een jaar was dat, ja, hij, hij hield ook wel van het nachtleven in België. ik denk dat als ja, ja. ze hem wat los hadden gelaten in <laughs> België dat dat wel, ja, dat, dat ineens de wereld had open ging in met Egypte zeker. en um, ja, dan zit hij in lier wel top. ja, dat is ja. echt het hard van, ja, van uh, de uh, dancing is hè. ja voilà. ja en dat, ook op de club en zo, dat was echt wel Lier is altijd heel veel sfeer geweest, ook na de matchen en zo. Winnen of verliezen, daar in de business is het altijd feest. Dus um, ja, en hij is daar wel in meegegaan. En dat zag je wel doorheen de jaren, dat het wel zo flamboyanter werd. En, uh, ja. Ik heb een vraag van Dirk. Hoe kijkt een Lierse product naar het feit dat er nu twee ploegen zijn met Lierse in de naam? Raar gegeven uh, ook eigenlijk, dat verhaal. Ja, ik vind dat ergens heel spijtig. Omdat uiteraard, ik ja, had het liefst gehad dat gewoon Lierse er nog was. Um, maar voor de rest, ja, wil ik, allez, wens ik alle twee eigenlijk heel veel succes. Ik ben blij dat de fans, um, zowel die dat, ja, nu bij Lira zitten als die bij Kempenzone, dat die terug een ploeg hebben gevonden waar dat ze ja, terug, uh, moet ik het zeggen, terug hun, hun hart kwijt kunnen, waar dat ze elke week naar de voetbal terug kunnen kijken kunnen en gelukkig drinken. zijn. Ja, voilà. Ik voilà. zie dat ook bij, bij zowel de mensen bij Lierse Kempenzone als die bij Lira, dat die wekelijks echt fun hebben en dat die echt, ja. Terug verliefd zijn op die, op die nieuwe club. Dus uh, daar ben ik gewoon blij om. En je bent niet fan van een van de twee? Nee, uh, ik heb evenveel vrienden bij beide. Um, Is het, en, het onvermijdelijk dat die ooit terug samen gaan? Ik denk dat dat heel moeilijk gaat zijn. Um, maar een van de twee gaat toch? Uh, de profclub worden. En de anderen zal zich er dan bij moeten schikken dat dat niet zo zal zijn. Ik zie ze ik toch niet, dat alle niet twee. Ik denk, als ik nu zie hoe dat Lira Lierse geleid wordt, daar zit toch ook heel veel voetbal-know-how. Zoals in Erik van Meer zit daar, uh, Bart erover. Um, ja, denk ik wel dat die op lange termijn, misschien veel trager als Lierse Kempenzone, maar toch ook iets ambiëren om wat vooruit te gaan. Maar ja, oké. Okay. Ik denk dat ze geen zotte... Gaan doen. Ik denk dat ze wel allemaal beide clubs geleerd hebben uit verleden en uh, niet meer geld zomaar gaan smijten. Dus, en dat vind ik al heel belangrijk. Ja, en wat, wat gebeurt er met het Lisp? Hè? Ik denk, ja, we hebben wel een natuurlijke stadion nodig. En daar dus ook de, de steun van de stad voor nodig. En ik denk dat het voor een stad heel moeilijk is, zeker als een kleine stad als op te zeggen. we gaan hier even twee clubs helpen met accommodaties te gaan geven, dat is niet te betalen. Misschien je je moet een kiezen. nieuw stadion zetten waar beide. Dat ze kunnen delen of zo, ik ja, weet het niet. zoiets. Uh, maar dat gaat ook misschien weer moeilijk zijn. Pff, dat is een moeilijk gegeven, zoiets. Hè? Ik vind het ja. wel heel schoon, Erik. Van Meijer uh, is bij Lira Lierse betrokken. En die koopt elk jaar van alle supportersclubs een lidkaart. Van Lira Lierse. Oh, sorry hoor. Dat, ja. huh? dat, dat, dat vind ik echt... zo'n ding. Dat vind, echt, dat vind ik zo schoon van die gast. Ja, maar dan ben je echt een beetje verliefd. Ja. Je bent meer verliefd op de dan ik, precies. Want ja, de is, ja, liefst. dat was echt uh, zijn ding. Hè. Ik weet dat Erik ook vaak in zijn carrière kon naar veel grotere clubs in het buitenland en zo. Maar is uiteindelijk heeft hem wel standaard en zo gedaan. Maar Erik is een mens die echt in zijn omgeving zijn, die is doodgelukkig waar dat hem zit. En uh, ik denk dat het standaard vers niet is dat ze hem gekregen hebben. <laughs> uh, maar ja, dat, nee, maar dat, dat ja, ja, charmeert het hem ook. Dat, ik vind dat schitterend. En je ziet dat nu nog, die heeft er keihard van afgezien van, ja, ja, van het, wat er in Lierse gebeurd het is. is wat ik al gezegd heb: het was wel een schande dat hij daar ook als trainer. Ja, dat is absurd. Zo, dat is echt, dat was voor mij echt niemand uh, uitgelegd, denk ik. Dat da, da was voor mij een druppel. Allee, da was, maar daar moet toch een woordenwissel geweest zijn of zo? Woordenwisseling. Pff, nee, maar de Sammy was op een bepaald moment helemaal. Ja, ja, van een trainer en, die in de twee periodes het meeste punten haalt, een spelersgroep die daar duidelijk naar ja, En niet staat. vergeten, um, bijvoorbeeld het bij de, niet nee, ik vind het ook niet, maar de tweede periode bijvoorbeeld, um, enkele weken voor het einde verkoopte Massica aan China. Um, alleen we hebben nu ook, eh, dat is over Tissoudali, gaat verschillen. Massica was dat bij ons ook een ja. beetje. Zizu hebben ze ook aan, pff, aan Portugal toen verkocht, in de laatste, eigenlijk in de laatste fase, naar, uh, naar een periode, die loopt in de tweede periode waren we op Antwerpen gaan winnen en dan was nog twee wedstrijden. Ja, maar Roeselaar en Antwerpen zeker? Ja, ja. ja dus uh, we hadden we op Antwerpen we stonden eerste, we waren gaan winnen. En dan hadden wij nog tegen Roeselaar en tegen Lommel een match. En hij verkoopt dan Massica, Zizu ja, ja. En ja, we, we hadden dan twee op zes uit die match. Hè. En Antwerpen pakt denk ik zes op zes. En uh, ja, dan heeft de Mering buiten gesmeten, maar dat was absurd. Dat was, ja. Maar ik hm. voel ook, je uh, zet alles behalve... Uh, uh, voor KV Mechelen, denk ik. Ja. Ja. <laughs> maar ik. ik heb ook gevoetbald bij de twee clubs die daar het meeste, <laughs> die het meeste strijd hebben meeste met KV Mechelen, misschien. KV Mechelen, misschien maar Joni Buizen en Sette Witte, heb je dat toch heel goed gekend? Die zijn ja. alle twee overgelopen. Ja, Joni so, is een van mijn beste vrienden. Wel, dat was een vraag van Tim. Zijn jullie ja. nog steeds met beide bevriend? Zet hoor ik niet heel veel. Allee, als ik die zie, is dat vriendschappelijk en zo, maar daar heb ik geen contact eigenlijk meer mee. Um, maar Joni, ja, Joni is uh, poh, een van mijn, echt, ja, mijn beste vrienden. En je hebt die niet gekillt, hoorde je? Ik heb toen wel, in die periode, was ik daar echt wel niet blij mee. Maar ja, uiteindelijk, ja, die was ook jong. Ik weet de reden waarom dat hij in Lier is vertrokken. Ze hebben toen ook echt met de jongens en voeten gespeeld. Want die wilde eigenlijk in Lier blijven. En dan heeft hij die, die optie gekregen om naar KV te gaan. Uh, die ging dan naar 1 Um, beter contract, ja, wat moeten doen? Als je een lier met je voeten spelen. Dus ja, ik kon dat wel begrijpen daarna. Natuurlijk, ja, ik vond dat niet geweldig dat het KV was. Zij zijn er ja. ooit gaan kijken als vriend achter een kazerne voor nooit. Jodi. Nee, nooit. Zou ik ook ja. niet, uh, want ons, ons PlayStation-uur ah, zit erop. Maar ik stel voor dat we even doorgaan. Ik okay. we moet wel al zeggen, want we hebben heel, heel wat opmerkingen gekregen. dat we de laatste tijd stoppen na een uur. We zijn werken aan onze gevel, <laughs> we hebben we het al gehoord, net voordat we beginnen. Moeten die mensen altijd een uur? Toen ze dus ja, die ja. Leggen, het is moeilijk om langer te doen. Dus moesten ze terug beginnen? Kunnen we okay, okay. beslissen? Dan moeten we stoppen. Ja, maar okay. Ik stel voor dat we door doen. Dus aan de PlaySports-kijkers, tot volgende week. Als je nog verder wilt luisteren, kan op de podcastkanaal van Friends of Sports. Als je verder wilt kijken, kan op het YouTube-kanaal van PlaySports. Voilà. Dat was nog eens raar om te doen, want dat was echt wel even geleden. Ja, 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 het is waar. We stoppen nu meestal na een uur, inderdaad, om dat geluid wat te maskeren. Maar we hebben nog wel wat, hè? Want eigenlijk het leukste moet nog komen. Een buitenlandse transfer. Geef de voorzitter maar. Okay. Ja, je vertrekt naar een ploeg die in geel en rood speelt. <laughs> ja. Dat is, je dat moet je eens weten dat een gisteren vaststelt waarschijnlijk en dan denkt ja, zo ga ik het brengen. <laughs> ja, dat kan hem maar je niet. Ja, maar dat is een ander land, dat telt niet. Nee, dat is dus, uh, Maar inderdaad, het was geel en rood. Maar hoe ja. komen die bij u terecht, jongen? Wat is het? Par ja, ja, tissel? Dus, um, hoe zeg je dat? Ja, party tissel. Ah ja, oké. Okay, dus ja, ik was in Lier, de contract, hè? maar ik had heel veel ambras gemaakt met Maget toen. Ik was toen 25. Uh, Waar is ja, heel veel ambras gemaakt? Ja, dat was een probleem met managers. Um, maar eigenlijk niet met mij, dat was met Matsels. Cels. die zat bij uh, managers toen en ze wilden Mats verlengen, Mats wou dat niet. En uh, Maget is toen helemaal ontploft en heeft gezegd, iedereen dat bij die managers zit, mag niet meer shotten. Oei. En maar ik niet in die tijd Als een de tijd. Dat... En zo begint te reageren. ja, de wel, een dat een is nog zo. Is, voilà. En uh, ja, uiteraard. En ik mocht niet shotten. Dus dan heb ik een half jaar amper mogen spelen. En oh, zo, Gewoon dee, puur jongens. daarvoor. Uh, en zo waren er nog een paar spelers. En de mat is dan naar Gent gegaan. En, uh, dus mijn contract Goed, dat liep af. Gebleken. Ja, ja. Voilà. Mijn contract liep af. En ik kreeg een nieuw van drie jaar. Want Radzinski was ondertussen technisch directeur geworden. En die heeft toen de Magnet had omgepraat en gezegd van kom af. Allee, ik kreeg drie jaar, maar ik heb toen gezegd van, hey, allee, voert. hem uh, omhoog. Ja, voilà. En, maar ik had een, ja, een half jaar niet geshot. Dus dat was wat moeilijk om een ploeg te vinden. En um, ik had met uh, Charlie Miller geshot. Ah, ja, ja. Champagne Charlie. Die heeft in Leeds eigenlijk bij ons geshot. Champagne Charlie. Champagne <laughs> Charlie. Dat was eigenlijk in Schotland. Die is een cultfiguur ook. En die heeft bij Rangers geshot. Uh, oh, dat was een van de grootste talenten samen met guesscoin was die in één ploeg. Uh, cool en um, dat was dan ook een goede vriend geworden. Dus ik had hij gebeld van, hey, kunnen mij wat helpen? En dan een van deze zijn vrienden was de coach van Partick Thistle. Ah, zo. En zo ben ik ja. in Schotland beland. Vriendjespolitiek. Uh, <laughs> Charlie ja. Miller, jong. Die heeft u naar daar gebracht. Ja, ja ah, nu Snap ik die transfer? Ik, ik, vond dat zo raar. Nee, ja. En dan, ja, wie kent wie? Hè? En zo, zo je ja. daar. En dan de tweede keer was uiteraard omdat ik het al goed had gedaan in Schotland en zo. Um, dat kenden ze mij dan al. Maar dus wist ik, jij uh, Partik Tissel? Allee, oh, nee, ik had daar nog nooit nee. van gehoord. <laughs> dat zou ik heel straf gevonden nog, nog nooit in mijn leven van gehoord, nee. Maar dat is ook een, een miniclub. Ja, wat moeten we daarover weten? Zo, ja, dat is eigenlijk zo hipster hipsterclub van, van Glasgow. Hè. Je hebt uh, Celtic Rangers en dan de Party Partik Tissel. En dat is eigenlijk zo de club die daar altijd zo tussen derde, tweede en eerste klasse daar zit. Maar toen in die periode was dat Premier League. En um, ja, ik ben daartoe gekomen dat was eigenlijk een clubknop met een hele goede fanbase, zo vijf, zesduizend man elke week. Niks racing. Racing Mechelen? Nee. Uh, racing ja, je je de kleinere ploeg in Maar de Racing stads, is, is wel inderdaad de beschaafde club van Mechelen, dus... Uh... Ik hoop wel, <laughs> <kom, laughs> wel iets beschaafdere fans, <laughs> bij Paris Tissel. Gij moet ah, nee, daar ik moet daar wel naartoe. Verdomme. <laughs> ik neem alles terug. Maar de hipsterclub, de dat was. Hip beschaafd. Ja, dat is zo. Hoe moet ik dat zeggen? Er is in um, Schotland Rangers en Celtic. Die hebben heel grote aanhangen. Maar de rest moet die eigenlijk alle twee niet. Omdat die. Oh. Ja, in ja, dus, Voilà, die knekken. Ja. En um, je zei ofwel in Schotland voor Rangers of voor Celtic. Maar die van Partick zijn echt zo de mensen die zich daar willen van, zich van afscheiden. En dan daar komen. Dus dat is eigenlijk ook zo de club waar ze niet veel wakker liggen van resultaten of wat. Dat is gewoon fun. Dat is een goed geleide club. Dat is, uh, en ik heb daar eigenlijk twee bangelijke seizoenen gehad. Hm? We hebben daar uh, één jaar zevende geworden van de twaalf en dan twee jaar zesde. Dus play off één Goed. van <laughs> uh, dus, allee, ja, dat was wel echt. Dat heel is ook schoon. wel een speciaal format op zich? hè? Ja, twaalf is, clubs. Ja. Um, ja, ik dacht, dat is veranderd dan ooit. Was het was acht, denk ik. Niet. Ja, Nu is ja. Uh, het is twaalf toen. En, ja. Um, dus ja, elf matchen drie keer. Dus je speelt tegen ploegen drie keer. Drie som, keer, ja, oneven. Dus 33 ja. matchen. Ja. dat wordt dan geloot dat je tegen die ja. ploeg twee keer. Dus elke club, uit. zeker de clubs zoals Spartak, die hopen dat ze twee keer Celtic of twee keer Rangers thuis hebben. Ja. Want dan hebben ze twee keer ja, 15.000 man. Ja. Dus dat is kassa. Um, en dan, ja, dan na, die, na de 33 matchen wordt dat verdeeld in top 6 en bottom 6. Hm. En die spelen dan voor uh, ieders nog eens twee keer. Mai. En dan ja, beneden voor de zakken en boven voor uh, Dus, wel dus wel dan heb je sommige ploegen competitie. vijf keer gehad. Ja, ja. mij pittig wel, denk ik. Dan zit aan dan 45 matchjes, nog een bekercompetitie. Ja, 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 ja. Twee bekers. Ja. Oh. Maar dat is plezant. Dus... Maar waarom en, zeg je dat dan vertrokken als dat zo bangelijk was? Door de Neric van mij eigenlijk. Die, uh, dus ik, mijn contract liep daar af. Ik kreeg daar een nieuw contract. En um, ja. Neric belde van: ah, kijk, in Lier. Alles is terug in orde. Het is helemaal terug rustig geworden met de maget En uh, ik ben terug coach. En, uh, en had je nog dezelfde makelaars als toen? Nee, nee, nee. nee, nee. nee, 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 nee. Charlie Miller was een Ja, ik had eigenlijk... Je ja. Charlie. <laughs> dat is een vette naam voor een makelaar. Je Charlie. Dat is zot, ja, dat willen niet weten die mensen. Uh, <laughs> eigenlijk wel. Maar, <laughs> ja, dus, uh, maar nee, ik heb eigenlijk uh, heel veel contracten in mijn leven eigenlijk, gedaan zonder manager. Oh ja. Dus uh, toen naar Lierse ben ik ook teruggekomen en dan, um, ja dat was eigenlijk zonder manager, heb ik dat eigenlijk gedaan met mijn vrouwke en uh, ja, omdat dat een Erik was, heb ik dat gedaan. Ik dacht van oké, okay, ze hadden ook toen um, de belder gehaald, uh, Thomas Wils teruggehaald, dat was wel zo precies terug van oh, we gaan het oude Lierse terug kan maken gelijk hebben. Dus ik, ik zeg van oké, okay, dat kan hier wel goed zijn en oh, weet je, ik kreeg een heel degelijk contract, drie jaar Um, ik had zoiets van. Kon. Beter dan dat je in Schotland zou verlengen. Um, ja, plus minus hetzelfde, maar... Ja. Wat is de, loon, de loonverhouding tussen Schotland en België? Ja, de, Vergelijkbaar? de grote clubs betalen wel heel goed. De allez, Celtic Rangers. Ook, uh, ja, voilà. Dus ja, ik denk... in Jollies wordt het ook in Schotland betaald. Ik kan niet schatten. Ik weet wel ja? dat Brandon Rodgers en zo toen bij Celtic als coach ook iets van 2,5 miljoen per jaar had. En ik denk dat Gerrard ook mee. Ja. Heel goed betaald ja, ja, worden. Dus, uh, ik denk het, ja. dat het dat hier wel beter is. Okay. Dus, uh, maar je moet ook weten, ja, je hebt twee A's in België, want allee, we hadden ons appartement nog in België voordat mijn vrouw op en neer kon gaan, uh, ja, Je hebt overal dubbele kosten. Hè. Dus op dat gebied kwam Lier dan wel beter uit. Ja. Plus het was Lier, ze weten dat was. Ik ga terug, uh, dus ja, en zo ben ik terug eigenlijk in België beland. Maar die, uh, de grootheid van Celtic en Rangers, kunnen wij ons dat inschatten? Want dat is echt een competitie vind... met twee clubs en dan de rest. Dat is echt, die staan zo ver boven. Ja, maar nu staat het beter. Hè. Je moet weten: Celtic heeft lang genomineerd omdat Rangers, Hart, Hips, Dundee United allemaal in uh, de naar uh, lagere afdelingen zijn gegaan. Die zijn ondertussen nu al terug. Ik weet niks van, van dat soort dingen. Die zijn... Ik uh, heb die je horloge niet aan. Ja. Maar wel bij de gauw, waarin. Ja, ik moest eigenlijk van mijn vrouw vragen of dat je uh, buiten keukens ook uh, uh, badkamers doet. Je wilt, je wilt niet weten hoeveel, hoeveel vragen ik daar naar geef. Ah, ja, eigenlijk ja. moet ik daar gewoon mee beginnen. Weet je dat ik altijd een keukenwinkelman ja. En zo binnenkort. Sterk. Um, ja, dat zijn absurd grote clubs hè. Da, ja, Kun Ja, je dat vergelijken, ik denk dat je dat eigenlijk, Celtic en Rangers, alleen kunt vergelijken met Premier League clubs. Ja, denk ik ook. Da, ja, 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 daar zitten elke week 60.000 man. Dat is man. Zotte, eigenlijk, voor zo'n competitie um, is zot. dat is absurd, ook in de stad en zo die hebben zo van die fanshoppen, dat, dat is niet normaal. Ik denk, oh, in België zie ik weinig clubs daaraan toekomen, ik denk dat, dat ook, een, dat, echt, dat zijn merken hè. dat zijn... Ja, ja. Is, uh, Die in maar, derby is ook wereldwijd gekend. Hè. Als jij ja, Celtic zot. Park hebt gespeeld, dat is dan toch wel de match van je leven. Ja, ja, ik vind, dat was het beste. Ja, het schoonste dat ik ooit qua stadium heb gespeeld, en zo, dat is helemaal rond, 60.000 man. Uh, <laughs> Sorry, dat is super schattig om te zeggen, helemaal rond. Ja, maar ja, ik vind zo'n stadion met zo'n gaten, ik vind dat ja, niks. Ja, ik snap volledig maar, maar Dat, dat, doet, dat maar... zorgt zo van de sfeer. Dat zit in België wel niet goed. Maar zo zijn er niet veel. Dus ja, dat was wel zot. Dat was echt de max. Ja, ik ga je nog veel naar Schotland? Uh, ja, sinds ik van de United ben teruggekomen niet. Uh, gewoon simpel omdat dat heel moeilijk is. Hè. We hebben weinig vrije tijd. Het is nu ook uh, niet de, de geliefkoosde vakantiebestemming. Uh, zeg maar. Ja, maar eigenlijk is dat wel de max. Je moet dat echt doen. Dat is een prachtig land. Uh, super lieve mensen. Uh, ja, maar dat je verstaan ze niet. Ja, dat is moeilijk. Maar ja, in het begin, toen ik terugkwam, zeiden er veel dat ik ook, als ik Engels praat, sprak, dan was dat. Zit erop als Schots. Um, en dat maar... deed hij, he. hoe heet dat daar, dat vies ding? Kid? Haggis. Haggis. Oh, vies. Maar nee, dat is een bangelijk klant. Hij je zegt het echt, ook, hè? Uh... He. Ja, ja. ah. Je moet daar echt op vakantie, ook qua natuur en zo, en qua steden en zo. Glasgow, Edinburgh zijn ongelooflijke steden. Um, en nu door corona ben ik ook nog niet kunnen teruggaan, hè? Door ja. die dingen. Dus, uh... Het is wel zo dat al die Schotse fans, die blijven op Twitter wel altijd uh, uw menschenen en zo. Ja, ja. Dus je hebt daar wel iets betekend. Ja, maar ik heb daar zeker in Partik Tissel twee heel, heel goede seizoenen gehad. En ik denk ook, ja, de speelstijl die ik heb. Uh, ik ben ook iemand die op social media heel betrokken is. Ik antwoord op alle fans. Ik ben heel betrokken met fans. Uh, uh, ze weten ook dat ik mij altijd 200% geef. En ja, dat ik, eigenlijk, ik probeer ook als speler mij altijd in te leven. Is dat niet soms in... moeilijk ook? Want je kunt Ja, slecht gaan. is je dat ook moeilijk. Nee, slecht slecht, maar dat ga, doe ik Als je ook zelf niet. een fout hebt gemaakt, dus? nee, zoals nu bij Beerschot bijvoorbeeld, laatste maand. Ik ben niet goed in vorm geweest, ik heb ook wat fouten gemaakt. Heb ik uh, ja, onder andere heel slechte berichten gekregen, en soms er wel over. Die dat erover zijn, daar antwoord ik nu wel niet op. Uh, maar voor de rest probeer ik op iedereen te antwoorden. Ik vind als je het in goede tijden kunt uh, engageren, ik. dan vind ik dat ook in slechte tijden. Weet je, ik ben ook maar een mens. Um, het helpt misschien ook om je zo op te stellen, maar ik snap als je al in de put zit van wat op het veld gebeurt, als je dan nog thuis. Die reacties ook ja, nog lezen. Aangenaam is dat niet. Nee, voilà, Oké, okay, ik ben nu 32. Allez, ik kan dat wel dat plaatsen. Kan dat plaatsen. Maar ik ga eerlijk zijn: tof is dat niet? Nee, dat kan me. Het gaat ook over allez, de totale druk van profvoetballer zijn. Daar komt dat allemaal bij kijken. Ik denk dat dat wel niet echt fijn is. Als je constant achtervolgd wordt door fans om te zeggen hoe slecht dat je bent en wat je allemaal aan het verprutsen bent en waarschijnlijk nog veel grovere dingen zeggen dan dat, ja, dat op maar het de is dure ook weg met social media ja, he, ja. tegenwoordig, je zijn keihard bereikbaar, hè? Ja, ja. Uh, ja. Maar als, uh, je als je daar nu binnenkrijgt, tien op een rij van, ik weet niet wat voor velle dingen dat ze dan sturen, maar op den duur denk je toch van, oh jongens, laat dat alstublieft stoppen. Mentaal ja, uh, gewoon. Ja. Soms is dat wel hmm. droog, maar oké, okay, is wat? Ik zeg het. Uh, krijg je ook heel veel goede dingen. Krijgt, hè. Voor elke slechte staat dat er ook uh, drie, vier die dat zeggen van, ja, dat gebeurt. Dat hebben niet. Nee? <laughs> yeah? Krijg je dan ook veel... Uh, Alleen maar haat. Uh, Serieus? Ja. Maar het is, dat is gewoon typisch de cultuur tegenwoordig. Mensen ja. die denken van, oh, met social media achter hun scherm mogen op alles commentaar geven. Nee, maar ik moet niet... De openbare comments zijn wel meestal positief, maar dan zo de, 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 zijn de, de DM's op de privé of de, privé ja, de privé privé ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Veel valse accounts ook, daar reageer ik dan echt niet op. Ja, ja. maar het beste is ook vaak rijden je zo eh, krijg een slecht bericht en dan scroll zoiets zo eens naar boven en dan zie je, ja, maak u het raken. Zo, een maand ervoor, ja, oké okay, mannen. Ja, Eigenlijk zo. moet je daar dan zo na zo'n slecht bericht dan op antwoorden, geen probleem. Dat vind ik wel heel Wat is uw adres? Ja. Maak u het raken. We hebben nog een studio vraag Ja, klopt, het. mag hem. Ja. Ja, ik heb nog een vraag in bent met Schotland eigenlijk. Ja, ik vroeg me af hoe dat het daar qua professionaliteit zit. Is dat vergelijkbaar met hier in België, qua trainingen en, en ritmen en, en zo? Ja, misschien is vond... het best als je naar mij antwoordt, dan is het in de micro. Ah, oui. Nee, ja. nee. Fred uh, ah. ah zo, ja, oké. Okay. Ja. Um, ja, nee, dat is daar heel professioneel. Uh, ze zijn daar... Oké, okay, dat lijkt misschien dat die competitie niet zo bekend is hier en zo, maar... Ah, dat... Dat is heel kort bij Engeland en die hebben heel veel invloeden van daar en uh, Ik vond dat daar heel professioneel. Ik vond dat, ja, ik vond dat daar op die moment dat ik daar was, veel professioneler dan, uh, dan in België. Ze dus werkt daar veel sneller met die GPS-veskjes, met, uh, met al die dingen. Ze is daar ook veel meer bezig met, met uh, de fysieke paraatheid, hè, met fitness, met al die dingen en zo. Een tracteur. Een dat was geen, dat, uh, geen voorzitter dat dat kwam doen. Uh, nee, dat was allemaal wel. Ik vond dat daar veel beter geregeld. Nu moet ik wel zeggen, zoals nu in Beerschot en zo, en als ik van andere jongens hoor in België, is dat ook wel allemaal ja, ja. tien stappen vooruit gegaan. Ze. Oh, het is precies begonnen. Ja, ze zijn uh, de stellingen aan het repareren. Ja, maar hij heeft het wel lang volgehouden deze keer. Want als ik dat ga vragen, is het een beetje slecht gezind, want ja, die kan dat niet door doen. Ja, nee, maar... maar kunnen we die plezier doen met de voetbaltruiken van Frederik Frans? <lacht> <lacht> dat weten we niet. Uh, je mag het gaan vragen. <laughs> Wel nog een goede vraag, vind ik. Allee, denk ik. Dimitri, kwam je wel eens bij de Fat Sam's in Dundee? Oei. Weer fat, niet? Nee, hè? De Fat uh, Sam's. Maar je moet ja. weten, in Dundee was anders. In Dundee was ik met mijn... Wat deed jij daarmee te maken? Ja, ik zit daar Er kon ook Fat Evert zijn, denk ik. Ja, Dat is gewoon ja. zeer toevallig. In Dundee zaten wij... We zijn daar gekomen eigenlijk met een zoontje van, van... Wat was dat? Tien weken oud. En ja... Dat, was eigenlijk, dat jaar dat we daar hebben gezeten, was echt meer zo gefocust op het eerste jaar van Snap mijn ik. kleine. was echt zo family time. Dus uh, dat was anders dan in Glasgow, waar je ja, nog jonger was, 25 jaar. Uh, dat gisteren kon weggaan en zo. Maar in Dundee was echt family life. Was is dat een discotheek of zo? Geen idee. Het zal waarschijnlijk een pub zijn of zo, denk ik. O, maar ik stel voor dat we daar gewoon eens naartoe gaan. Na we moet dat times. doen Dundee zich de die zegt de max maar zullen het no, niet speer dan voilà. moeten we een derby inzien. wij betalen Allee, evert maar Dundee, ook. wat is dat dat is een dat is dan een kleine horloges nee oh, die kan je die beerschot fans mee horlogegrappen die lachen dat is zo zo gemakkelijk te iets met keuken horloges en opladen KV, van mag het weer slikken dat gaat echt nog jaren zo zijn hè Doe maar. Nee, dan die uh, ja. dat is zoals zo Mechelen ongeveer van grootte, denk ik. Ah ja, oké. Okay. Oh. Ja, dus. Maar wel schoner. <laughs> <laughs> nee, nee, nee. Maar dat is wel Dat dat we hier krijgen. Weet je wel graag, die twee stadiums als derbies, die liggen op 50 meter van elkaar. Dat is toch bizar? Dus, uh, dus twee volwaardige eerste klasse ja, stadions liggen ja, ja. gewoon naast elkaar. Ja, dat is naast elkaar. Ja, dat er niet veel afgebroken wordt en zo. Pff, ja, het nee, dat valt eigenlijk ook. mee. Ja, ik denk dat wel. Ja. Want je hebt die in derby gespeeld. Ja, en, en dat is wel volle patrol. Ja, dat is volle, dat is hevig, dat is ja. Heavy, dat is, ja. Zalig. Cool. Dat zijn dan wel momenten, alleen dan is die stap naar Schotland wel een meerwaarde geweest in je carrière. Ja, dat is dat, ja, niks. Dat is een meerwaarde geweest in mijn leven gewoon ook. Allee, vraag nu aan mijn vrouw, die eh, vraagt, ga dan nu terug naar Schotland. Die zegt dat als we vakantie hebben, die wil echt naar Dundee teruggaan. wel recht. Ja, dat is ook het eerste jaar van mijn zoontje. Die heeft daar allee, zijn eerste jaar beleefd. Dat is toch allemaal speciaal. Nee. We hebben daar echt een kei of een tijd gehad. Dus uh, we gaan er zeker... Allee. Ja. Dat is ja, een ervaring voor het mee, leven. Ja. Ik? Ze mag ook mee als we gaan. Hè? Oh ja? Zeker. <laughs> de... We gaan eerst onder ons en dan mag ze. Dat is plaats genoeg, denk ik. <laughs> shirt naast u. Ja. We hebben nu niet in de Play Sports uitzendingen gezet, maar... Nee, maar dan zetten we het op dus Voor de echte fans dan, hè, die ja. verder kijken of luisteren. Ik zal het shirt omschrijven. Het doet mij denken aan uh, periode, periode... Ja, misschien zelfs van Meijer, kan dat. Ja. Ja, het, is is het, van het einde uh, van Van Meer voor de Rode Duivels? 2002. In ah, nee, het dan, WK ja. richting Japan en Zuid-Korea. Dat is het. Song. Geert de Vlieger. Uh, ja, er is een Erik Faber. Ja. Mike Verstraten. Wat is het verhaal achter dat shirt? Dus een kijker, luisteraar, een trouwe fan, de Stijn, uh, die heeft dat gedoneerd aan ons. Vorige week had hij de documentaire gezien van Miguel. Uh, niet, van Damme, van Cercle Brugge, op één uitgezonden, over zijn strijd tegen leukemie. En dat was toevallig ook de week tegen kanker vorige week. En hij zei, kijk, ik heb dat hier in, al jaren in mijn kast liggen, een trouwe genk van, want getekend door Philippe Clement. Um, Match Worn, gedragen door hem. En hij had dat in zijn kast liggen en hij zag dat op tv en hij dacht, ik ga dat schenken aan de mannen van Mit Mit en die kunnen dat dan uh, aan hun publiek laten veilen voor Kom op tegen kanker. Dus ja, dat hebben wij natuurlijk Mooi. aanvaard. Mooi initiatief. En wij hopen dat dat toch wel wat geld kan opleveren. Je weet wel, het is zo dat truiken met een binnentruiken. Weet je dat nog? Ja. Van ja. Nike. Dus daar zit een tweede truiken zo in. En als je dat dan uit doet, krijg je dat niet meer aan. Dus als je scoort en je trekt dat over je kop, is het om zeep. Het is dus echt, nou, rugnummer en al, Allee, het is dus echt een officie. Ja, rugnummer en al. Much worn. Mag het, ik mag, mag het toch hopen, hè? Ja, ja. En de manier waarop het getekend is geraakt is ook opvallend. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar zijn moeder was de vroedvrouw van Clemant, zijn vrouw bij de bevalling van hun oudste dokter. <laughs> vind, vind ik weinig verkeerd dan om te zeggen. En die moeder heeft dat dan gevraagd aan Clemant. Ik hoop niet tijdens de bevalling, maar die heeft dat gevraagd. <laughs> Clemant heeft dat gegeven, ik vind dat wel schoon. En ik ga een openingsbot doen. Van hoeveel? Ja, maar wat vinden we schap? Ik wil, ik wil laagst. Ik, ik zal beginnen met 50, maar ik heb er meer voor over. Dus mensen moeten maar beginnen bieden. Ik zal zien hoe lang ik meega. Het Zou zo goed zijn als jij dan zo in het opbieden <laughs> toch wint. <laughs> maar maar dan dat, hebben we een mooi shirt weer. Hè? Ja, ik hoop gewoon dat dat wat opbrengt. Dus kom op tegen kanker en persisteren. Het is wel leuk dat we dit seizoen echt al shirts krijgen gewoon. Ja, ik vind dat echt super. Voilà. Tof. superfans. Heb je nog iets? Heb ik nog iets? Nee, ja, het is. Dus, uh, ik vraag dat dus iedere keer bijna, en iedere keer als ik het vraag, dus oh, wat vraag je mij nu? Ja, maar dat is omdat ik altijd in de flow zit van het verhaal van onze gast. Ik ben nu altijd aan het denken: wauw, ik wil naar Fat Sam's. Uh, ik wil Maget Sammy ook graag nog eens bellen. Om te horen hoe dat daarmee gaat. Ja, ik wil met Erik van Meijer ook aan uh, partneral gaan doen. Allee, ik weet niet, al die dingen, dat, dat spookt zo nu door mijn hoofd. Maar iets heel opvallends is: die kapitaaltoestanden bij Ander legt 90 miljoen, jong. Hé, hey, wij fans van kleine clubs, 90 miljoen. Dat is voor ons een onbevattelijk groot bedrag. Dus we moeten daar ook eens een aflevering over... We zullen misschien ja, de voorzitter eens uitnodigen. Graag. Voilà, maar er is nog plaats in ons stadion. Dan zijn ze allemaal welkom. <laughs> <laughs> Kom maar gewoon meesupporteren. Dat ja, heb je gezien ja, ja. deze weekend. Ja, ik wou net vragen. Zou ja. je in het stadion gaan kijken? Wel? Zou je in het stadion gaan kijken? Ja, ja, ik ben gaan zien. Maar het was toch redelijk vol wel? Ja, het, nee, het zat wel inderdaad ja. redelijk vol. Ja. Ik ja. denk ja. dat ze ook wel wat fans tussen de ja, dat thuisfans kan. gestoken ja. hebben. Ja, het, was, het was goed. Merci voor het komen. Ik hoor dat er luider en luider worden, dus ze zijn tegen denk ik. We ja. moeten stoppen. We regelen die trip naar Schotland. Top. Voilà. Merci okay. voor de uitnodiging. het jij tot volgende week. We weten al wie de gast is. We weten wie de gast is. Jij weet het ook nog? Ja. Recht van antwoord van... Dennis van Wijk. Voilà. Heel mooi. Aan de kijkers en de luisteraars, tot volgende week. Bye.